Dames en heren commissieleden, het is 7:30. We gaan beginnen met de commissie. U allen hartelijk welkom. Ook de mensen op de publieke tribune welkom. Uiteraard ook de mensen die thuis meekijken en meeluisteren ook welkom. We hebben een gevulde agenda vanavond. Ik wilde dus ook maar beginnen direct met na de opening die zojuist gebeurd is. Inventarisatie van de insprekers, daar heeft zich één persoon gemeld voor agendapunt 11, zijnde de heer Wolf. Agendapunt 11 over ontwerpbestemmingsplan facetherziening parkeren Ommen. Verder melden zich geen insprekers, zie ik. Dan hebben we daarmee ook agendapunt 2 gehad. Gaan we over naar agendapunt 3, gebruikmaking van het spreekrecht. En de gang van zaken daarbij is dat de inspreker 5 minuten tijd krijgt om zijn verhaal te houden. Daarna de commissie. Leden kunnen dan hun vragen stellen. Geen discussie, maar alleen vraag en antwoord. Overigens, bij agendapunt 11 wil ik ook opmerken dat het daarbij gaat om een advies aan het college over tervisielegging. Dus ook daar geen inhoudelijke discussie over. Mag ik de heer Wolf verzoeken om naar voren te komen en zijn bijdrage te houden? Fijn, dank u wel, voorzitter. Commissieleden, collegeleden, overige aanwezigen. Fijn dat ik even kan inspreken. Mijn naam is Harry Wolf en ik ben op verzoek van het bestuur van de HVO hier om in te spreken over agenda nummer 11, zoals al gezegd. Ik zal u eerst even wat van mijn achtergrond vertellen. In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam op de vastgoedafdeling van Jumbo Supermarkten. En vanuit mijn professie heb ik regelmatig ben ik betrokken bij onderwerpen als bestemmingsplannen, parkeernormeringen, centrumplannen, etc. Nadrukkelijk wil ik wel vermelden dat ik vanavond inspreek als, zoals gezegd, op verzoek van het bestuur van de HVO en uiteraard als inwoner van Ommen. Van de heer Tenking begreep ik inderdaad al dat het onderwerp geagendeerd staat als overleg met college. Dus dat betekent dat er inhoudelijk niet of beperkt wordt gediscussieerd over de stukken. Desalniet heeft het bestuur van de HVO gemeend een eerste korte reactie te geven. Deze zal niet zozeer gericht zijn op het bestemmingsplan. In onze ogen niet zo spannend, want dat is toch meer een stukje techniek, zeg maar, waarmee je uiteindelijk alle bestemmingsplannen van Ommen richting de parkeernormennota zult leiden. En die is leidend. En dat is ook wat ons betreft het stuk waar het over gaat. Allereerst wil de HVO uitspreken dat ze blij zijn dat met het feit dat er nu een onderbouwd stuk ligt om parkeeraantallen te kunnen berekenen. In de, ik moet zeggen, vele discussies die er in Ommen over het onderwerp parkeren zijn gevoerd, was lang niet altijd duidelijk op basis waarvan bepaalde beslissingen werden genomen. Een parkeernormennota die kan daar verandering en verheldering in brengen. Aandachtspunt is echter de parkeernormennota slechts eenmalig 6 weken ter inzage wordt gelegd en dat verder beroep en bezwaar niet mogelijk is. Dat maakt dat het vaststellen van deze nota, daar moet een groot belang aan worden gehecht. Want juist in de parkeernormennota zitten een paar keuzes die op zijn zachtst gezegd discutabel zijn. Ik neem u graag mee langs een aantal aandachtspunten die de HVO belangrijk vindt. De eerste en verreweg de belangrijkste is ons inziens dat er wat ons betreft een verkeerde keuze wordt gemaakt met betrekking tot de parkeernorm die wordt gekozen. Men verwijst terecht naar de bekende CROW-normeringen. Dat zijn inderdaad landelijk geaccepteerde normeringen die bijna alle gemeenten in Nederland hanteren. En deze normeringen kennen tal van categorieën en aan die categorieën zijn dan weer een onder- en een bovengrens gekoppeld voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen. De parkeernormennota Ommen, die nu voor ligt, die geeft aan dat er vanuit de duurzaamheidsgedachte gekozen wordt voor de minimale norm. Dus met andere woorden de ondergrens. Dit is wat ons betreft een zeer discutabele keuze. Immers, het centrum van Ommen, je kent nu al een parkeerprobleem. En bij de keuze voor een minimale norm zal dat in de toekomst wellicht alleen maar toenemen. Bovendien lees ik in het gehele stuk niets over de rol van het centrum van Ommen. Namelijk dat het naast een aantrekkelijk centrum voor de inwoners van Ommen ook een aantrekkelijk centrum moet zijn voor de vele duizenden toeristen die Ommen jaarlijks bezoeken. De toeristische invloed
had wat de HVO betreft zeker van invloed moeten zijn op de keuze die men maakt met betrekking tot de norm. En dan had een keuze voor de hoogste norm eerder voor de hand gelegen dan een keuze voor de laagste norm. Vervolgens wil ik nog graag stilstaan bij het fenomeen parkeerfonds. Persoonlijk ben ik daar geen groot voorstander van. En vind ik dat die eigenlijk alleen in uiterste noodsituatie moet worden gebruikt. Omdat mij is gebleken dat bij de diverse gemeentes waar je een parkeerfonds wordt gehanteerd, deze niet altijd of onvoldoende werkt. In de parkeernormennota staat nu geschreven dat een bijdrage in het parkeerfonds kan worden gedaan, en dan citeer ik, indien de verwachting is dat de resterende parkeerbehoefte binnen een redelijke termijn kan worden opgevangen in nog aan te leggen parkeerplaatsen. En de vraag die wij ons dan al te stellen is, maar wanneer worden de parkeerplaatsen dan aangelegd en waar worden de parkeerplaatsen aangelegd? Met andere woorden, het is eigenlijk niet concreet genoeg. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat er flink gestort werd in het parkeerfonds. Het parkeerfonds derhalve chockvol zat, maar dat er fysiek geen ruimte was voor extra parkeerplaatsen. Het resultaat is dan dat er een parkeerprobleem ontstaat in een bepaald gebied. Immers, de benodigde parkeerplaatsen worden afgekocht, dus niet gerealiseerd, maar de ontwikkeling wordt vaak wel gebouwd, waardoor extra parkeervraag ontstaat. Dit zorgt, zoals gezegd, direct voor extra parkeerdruk in een bepaald gebied en mogelijk zelfs tot een parkeerprobleem. Nog een opmerking voor wat betreft het parkeerfonds. Bent u bijna aan het eind van uw betoog, meneer Wolf? Want als u mij nog een minuutje geeft, dan ben ik klaar. Ja. Een halve minuut. Halve minuut, dan ga ik sneller praten. Er wordt verschil gemaakt tussen onder andere de onderscheid tussen sociaal-culturele voorzieningen en zeg maar de commerciële ontwikkelingen. De eerste groep hoeft niet bij te dragen aan het fonds, de laatste wel. In de optiek van HVO moet je daarbij veel meer kijken naar de locatie van die voorziening. Stel dat een culturele voorziening in of direct tegen het centrum aan wordt gerealiseerd, dan zal dat direct gevolgen hebben voor het parkeren in het centrum. Zullen andere functies in het centrum, bijvoorbeeld detailhandel, hier hinder van ondervinden? Hoe reëel is het om deze culturele voorziening vrij te stellen van een verplichting om aan voldoende parkeerplaatsen te voldoen? Tot slot nog één kleine opmerking over de fietsparkeernormen. Die zijn ook opgenomen in de nota en is in het kader van de duurzaamheid een nobel streven. Echter, fietsen zijn als water en fietsers zijn als water. Overal waar een plekje is en waar ze die weten te vinden, daar parkeren ze hun fiets. En vaak zo dicht mogelijk bij de ingang van de winkels. Dus mijn ervaring is dat je een tussenoplossing zou moeten kiezen. Er is nu een hele hoge norm gekozen. Ik zou zeggen, kies een wat lagere norm in combinatie met het vrij parkeren in het openbare gebied. Dat geeft over het algemeen een vaak wat beter beeld. Dat was mijn reactie. Dank u wel voor uw aandacht. Ik dank u wel. Dan nu de gelegenheid aan de commissieleden om vragen te stellen. En niet zozeer over de inhoud zoals we hebben afgesproken, maar over het ter inzage leggen. Gaat gang. De heer Robles. U mag een vraag stellen aan de inspreker. Simpele vraag. Gaat u wel eens in Hardenberg of Dalfsen winkelen? Waar parkeert u dan, als ik u dat mag vragen? Hoe lang loopt u vanaf dat naar de winkel waar u gaat? Hardenberg kom ik zelden, Dalfsen kom ik wel. En dan parkeer ik vaak op het plein bij Lidl, Jumbo. En ben ik eigenlijk binnen 50 tot 100 meter bij mijn bestemming. Als u bij ons op de Voormars parkeert, hoeveel meter is het dan naar de Jumbo? De Voormars, dat zal zeker 150, 200 meter zijn. En als u op parkeerplaats, zou maar zeggen, waar de Qualitaria staat, naar de Jumbo? Dan zal dat waarschijnlijk rond de 50 tot 80 meter zijn. Ja, dus volgens mij wijkt de parkeersituatie in het centrum van Ommen niet sterk af van Dalfsen of Hardenberg en zeker niet van Zwolle. Dan zou u ook moeten kijken naar het aanbod van het parkeren. Hardenberg is niet vergelijkbaar, heeft betaald parkeren. Zou ik Ommen zeker niet aan bevelen. Dalfsen, met alle respect, maar ik denk dat het parkeeraanbod in Ommen vele malen groter is in Dalfsen. Dank u wel voor de vraag en voor het antwoord. De heer De Jonge, gaat u gang. Ja, voorzitter, ik wou het nog even over Ommen hebben in plaats van over Hardenberg en Dalfsen. Maar ik heb
Want volgens mij heeft de inspreker al aardig zijn zienswijze aangegeven. Dus die kan die mooie papier zetten voor de indiening wanneer het de visie ligt. Maar mijn vraag aan u is, het is eigenlijk ook niet helemaal te zaken doende, maar ik vind het toch wel relevant. Van, hoe kijkt u er tegenaan dat... hoe kijkt u er tegenaan dat de winkeliers hele dagen een parkeerplek in bezit nemen? Want ik zie in Ommetrouw al regelmatig, want u spreekt namens de HVO, auto's van ondernemers staan. En dat is er niet één of twee, maar die toch de hele dag daar nutteloos staan en de parkeerplaats van een van onze gasten in gebruik nemen. Ja, dat vind ik niet slim. En het zou ook niet moeten, in mijn optiek. En wat mij betreft, op het moment dat dat in binnen de blauwe zone staat, kan er gewoon gehandhaafd worden. Want je hebt die parkeerplaats voor je consumenten en niet voor de winkeliers, zeker personeel. Alweer bedankt voor de vraag en voor het antwoord. Zijn er nog meer? De heer Dunnewind, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Eén korte vraag. Als je kijkt naar het aantal parkeerplaatsen, als je nou voor de hoge norm gaat, hoeveel parkeerplaatsen scheelt dat ongeveer? Heb je daar zicht op? Heb ik even snel uitgerekend. Tussen de laagste en de hoogste norm zit een vak van 2 parkeerplaatsen. Dat komt op een... zeg maar gemiddelde winkel van een 1000 vierkante meter uit 20 extra parkeerplaatsen. Dank u wel voor het antwoord. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, aanvullend nog op de vraag, want gedeeltelijk had ik dezelfde. Maar ik was even benieuwd, tot nu toe hebben wij meestal gesproken over parkeerbalans. Dat was meestal de term die we hier te horen kregen, van de parkeerbalans, daar moet er wat bij. We herkennen de problematiek natuurlijk van onvoldoende parkeerplaatsen. En dan vroeg ik me af of bij die parkeerbalans dan gerekend was met die laagste norm of met de norm die u eventueel zou adviseren. En ja, wat dat dan zou betekenen voor die parkeerbalans. Ja, dan maakt u het nog net een stukje ingewikkelder. Want een parkeerbalans is een toch een vrij ingewikkelde berekening. Waar weer diverse specialisten zijn die dat kunnen doen. Maar dan heb je ook te maken met eventueel dubbelgebruik. Specifieke aanbod, specifieke vorm van, in ons geval dan, welke winkel zit waar en wat is de aantrekkingskracht van die winkel. Dat kun je allemaal inderdaad in een... Dan stel ik voor dat we hier toch wel de ontstaande discussie staken en het houden bij vraag en antwoord. En als daar verder geen behoefte is, dan denk ik dat dit soort onderwerpen beter te zijner tijd bij de behandeling van het onderwerp aan de orde kunnen komen. En dan hebt u uiteraard volop weer de gelegenheid om daarop in te gaan. Verder geen korte vragen? Nee, dan dank ik u. En gaan wij over als commissie tot behandeling van agenda punt 11. En ik herhaal, dat is dus uitsluitend het spreken over of we wel of niet het college kunnen adviseren om te komen tot het starten van de vaststellingsprocedure. En twee, het ontwerp parkeernormennota om een ter inzage te leggen. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Mors, gaat uw gang. Dank u zeer. Ja, uiteraard, parkeren is heel belangrijk in Ommen. We hebben onze gasten. Een gezellig centrum is uiteraard veel beter dan een hoop blik erop. Maar over de nota zelf, daar heb ik bij 6.5 nog wel even een dingetje. Gaan we nou wel of niet geen betaald parkeren hebben? Want daar wordt weer gesproken over betalen. En ik zou graag ook rekening willen houden met de eventuele uitbreiding van de laadpalen die er straks nog komen voor elektrische voertuigen. Want die staan niet eventjes, maar die staan er heel lang te parkeren. Dus dat is even een aandachtspuntje wat ik graag mee zou willen geven in overleg met het college. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? De heer Remmers. Ja, één aanvullend nog, voorzitter. Luisterend naar de inspreker. Na 6 weken ligt dat natuurlijk redelijk vast. En daarna is bezwaar aantekenen een hele lastige procedure. En dan is inderdaad de vraag, van als we dit zo ter inzage liggen, hè, natuurlijk zal daar zienswijzes op komen, die kans is erg groot. En dan krijgen we hem hier terug, maar is er dan voldoende ruimte om daar nog wijzigingen op aan te brengen? Dat is wel een zorg die nog leeft. Vraag is duidelijk. De heer Wind.
Voorzitter, dank u wel. Ja, onze vraag, of de vraag die wij hebben, is eigenlijk ook meer over het proces. Want als je kijkt naar de data die er genoemd worden in de stukken, dan begint het toch wel een beetje te dringen om dit nu te regelen. Terwijl het in principe al vanaf 2014 bekend is dat we dit moeten gaan regelen. Wij hebben ook wel wat inhoudelijke opmerkingen over de parkeernormennota, maar we zullen die dan bewaren tot de behandeling. Maar dat is wel ook de reden waarom wij eigenlijk vinden dat we in de toekomst gewoon dit soort stukken eigenlijk eerder op de agenda moeten hebben, zodat we er ook de tijd aan kunnen besteden die ervoor nodig is. Voorzitter, dank u wel. En ik dank u. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Even kort, CDA is blij dat er nu iets ligt waar we eigenlijk de maatlat kunnen nemen wat we nu doen met die parkeernormen. We staan er ook voor om de procedure gewoon te starten en de mensen die daar wat over te zeggen hebben, kunnen dan een zienswijze indienen dat we daar dan weer gericht naar kunnen kijken. Dank u wel. Dank u. Zijn er verder nog? Nee. De portefeuillehouder, gaat uw gang. Ja, dank u, voorzitter. 6,5 betaald parkeren. Volgens mij gaat u als raad over betaald parkeren en hebben wij als college geen opdracht gekregen om uit te zoeken of betaald parkeren al dan niet wenselijk is. Met betrekking tot de heer Remmels, dit wordt ter inzage gelegd, zienswijzers kunnen worden ingediend en dan krijg je een nota die ingaat op de zienswijzer. Dus u komt daarna nog uiteraard volledig aan zet. En met betrekking tot de opmerking van de ChristenUnie ten aanzien van het proces en het tijdstip waarop, daar kan ik u alleen maar gelijk in geven van dat het wenselijk was geweest dat het iets eerder was gekomen. Maar goed. Meer kan en wil ik daar niet van zeggen. Ik hoor het. Zijn er nog mensen, leden die naar aanleiding van de beantwoording gebruik willen maken van de tweede ronde? Niet. Dan krijgt de inspreker nog gelegenheid om, zo hij wil, nog een opmerking te maken. Niet. Dan dank ik u wel. Dan hebben we hiermee agenda punt 11 in zoverre gehad dat wij nog wel hebben uit te spreken of wij kunnen adviseren dat het college de stappen gaat ondernemen die worden voorgesteld. Ik stel voor dat we dat doen. U knikt geen nee, dus is het ja. Gaat uw gang, wethouder. Ik bedoel met de uitvoering. Dan gaan wij terug naar agenda punt 4, vaststelling van afsprakenlijst raadscommissie. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen en ook nu vertoont niemand neigingen. Dus wij hebben hiermee de afsprakenlijst vastgesteld. Gaan we over naar aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, agenda punt 5. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik denk elke fractie. Ik begin bij mevrouw Makkinga. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad als CDA een paar vragen waar we graag nog een reactie op willen hebben in het overzicht van bestaand en nieuw. Het is trouwens wel prettig om zo'n overzicht ook inderdaad te hebben. Maar daar staat aangegeven bij, even kijken hoor, moet ik het even zelf een keer erbij hebben. Ja, artikel 19 is dat. Dat is 19.3. Daar staat aangegeven, gaat over als cliënten langer dan 8 weken verblijven in een instelling. Dat dan eigenlijk de PGB wordt stopgezet, althans zo begrijp ik dat. En mijn vraag daarbij is van, ik snap dat als het misschien om ouderen gaat, maar hoe gaat dat met mensen met psychische kwetsbaarheid? Daar heb je nog wel eens een tijdelijk terugval en als men dan weer terugkomt uit de instelling, is het dan de bedoeling dat men juist weer de hele rimram opnieuw moet aanvragen? Of gaan we hier heel maatwerk leveren, wat we al een aantal keren vaker benoemd hebben, ook in ander verband? Maar hoe gaan we daarmee om? Dat is een vraag die ik hier neer wil weer leggen. Een ander punt is wat wij nog eens horen, of ja, wat we horen van de zorgboeren. En dan gaat het met name als zij
cliënten hebben die van PGB gebruik maken, dat dan het vervoer naar de voorziening, naar de zorgboer, dat dat vaak knelpunt oplevert. Ik heb daar ook een technische vraag over gesteld. En dan wordt daar onder andere op gezegd van, hè, dat de kosten voor noodzakelijk vervoer worden apart mogelijk vergoed. Maar de praktijk leert, althans dat hoor ik uit de praktijk, dat dat vaak een lastig proces is om dat goed op elkaar af te stemmen. Dus hoe zit het dan met het vervoer, met name als het gaat om voorziening bijvoorbeeld van de zorgboeren? En dan is daar een budget beschikbaar, ja of nee? En een vraag die ik ook nog heb is, dan gaat het over, u geeft ook, zeg, van de bekendheid geven aan de verordening, dat doet u via de gebruikelijke weg. Zou het niet wenselijk zijn om huidige PGB-houders, maar ook aanbieders van zorg, om die wat meer direct te informeren over deze verandering? En tot slot, dat is mijn laatste punt, u geeft aan de participatieraad, die is geïnformeerd. Wordt de participatieraad in dit proces niet om ook advies gevraagd, ja of nee? Tot zover eerste termijn, voorzitter. Ja, dank u wel. Ja, de heer Middelkamp, gaat gang. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze vraag ligt een beetje in het verlengde, althans daar lijkt het op, van de vorige vragenstelster. Maar hij is toch van een iets andere orde. Hij gaat namelijk ook over de 8-weekse periode. En laten we nu eens uitgaan van de situatie dat een cliënt een PGB heeft en daar zit een langdurige inkoop onder. Vervolgens is het nodig dat de cliënt langer dan 8 weken in een instelling moet verblijven. Is het dan denkbaar dat de cliënt daardoor in financiële problemen kan komen als de gemeente zegt van na die 8 weken zetten we het PGB stop, terwijl de ingekochte zorg doorgaat en dus ook de financiële consequentie daarvan? En als dat zo is, gaat u dan ook de cliënten die dit betreft vooraf informeren op deze consequenties? En dat was onze vraag, voorzitter. Dank u. Dank u wel. De heer De Vries, gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de vraag aan het college natuurlijk. Van, volgens mij is een PGB bedoeld om zelfstandig je zorginkoop te kunnen regelen, terwijl je, als je echt zorg nodig hebt. En is een van de voorwaarden dat je ook daadwerkelijk dus je eigen budget moet kunnen beheren. Met andere woorden, je kunt fatsoenlijk met je middelen omgaan. Maar dan verbaast het mij dat wij, als wij een zelfstandig iemand de mogelijkheid geven om met eigen budget zorg in te kopen, dat we dan vervolgens, als we bijvoorbeeld uit het sociale netwerk mensen laten optreden, dat die mensen dan voor 50% van het normaal gesproken salaris, wat ze, stel dat ze bijvoorbeeld zelf zorgprofessional zijn, normaal zouden kunnen verdienen. Dus eerlijk gezegd vraag ik me af, waar komen nou die normen vandaan van die bedragen die wij korten op het moment dat iemand zelf zijn zorg regelt? Want dat is eigenlijk de doelstelling van het PGB. Dus hoe komen wij nou, kijk, dat je geen overhead hebt, dat snappen we. Dus dat je niet 100% van het Natura-tarief krijgt, dat is begrijpelijk. Want die overhead, daar hoef je geen vergoeding voor te krijgen. Maar op het moment dat je zelfstandig professionele zorg inkoopt, en daar is het PGB volgens mij echt voor bedoeld, zullen de tarieven niet anders liggen dan in de Natura-markt. Tenminste, als je fatsoenlijke zorg wilt inkopen. Dus de vraag is dan, waar komen nou die 50% van de kostprijs vandaan? Want volgens mij, als iets een kostprijs heeft en je wilt het inkopen, dan moet je gewoon de kostprijs kunnen betalen. Natuurlijk is het zo dat PGB's, omdat het budget aan de cliënt besteed wordt, allerlei mogelijkheden kennen om op onterechte manier met dat geld om te gaan. Vandaar dat het helder is dat er bestrijding van gebruik van gelden en oneigenlijk gebruik optreedt. Alleen, als ik de artikelen lees, dan is het mij niet duidelijk hoe we dat nou eigenlijk precies doen. Kunt u eens in de praktijk aangeven hoe wij willen kunnen vaststellen dat er sprake is van oneigenlijk gebruik? U hebt nog een vraag? Ja. Nog één vraag? Ook voor het PGB geldt dat er een zogenaamd plan en ten grondslag moet liggen. Wordt de cliënt ook daadwerkelijk door, zou maar zeggen, onafhankelijke cliëntondersteuning bijgestaan om een fatsoenlijk plan te kunnen opstellen? Dank u wel. Mevrouw Schunselaar, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben deze verordening, maatschappelijke ondersteuning jeugdhulpgemeente Ommen, onlangs, dus dit jaar in juni, vastgesteld. En ik heb geconstateerd dat het hier gaat om technische wijzigingen. Nou, die heb ik doorgenomen, heeft onze fractie doorgenomen. En op basis daarvan hebben wij geen vragen. Dank u wel. En ik dank u. De heer Moerman niet. Niet. Heer Marsman, ga zijn gang. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, de vraag over de participatieraad informeren of adviseren is al gesteld. Ook even aanvullen dat ook wij signalen krijgen over de problematiek rond het vervoer voor, in het kader van de PGB als het gaat om de zorgboeren. Dus ik sluit graag aan. En voor de rest hebben wij nog één vraag. En dat is, dat gaat over die opmerking van de Centrale Raad van Beroep. Waarin zij stellen dat gemeenteraden terughoudend moeten zijn bij het delegeren van bevoegdheden aan het college. En dat deed bij ons in de fractie de vraag reizen over welke zaken wij het college nog meer bevoegdheid hebben gegeven. En wij wisten het eigenlijk niet. En daarom is onze vraag of de wethouder, of misschien moet ik die vraag wel aan het college breed stellen, of het mogelijk is om ons een lijst te sturen van alle zaken waar wij als gemeenteraad bevoegdheden hebben gedelegeerd naar het college. Ja, dat was onze. Ja, dank u wel. Zo te horen aan de vragen ging het toch over iets meer dan alleen maar een technische wijziging. Ja. Wethouder, gaat uw gang. Nou, het gaat echt wel om een technische wijziging, maar ik ken deze raad als zeer betrokken op het onderwerp. Dus dan snap ik ook wel dat men wel wat meer in de techniek in wil gaan. De aanleiding is ook een hele technische, hè, want het college van Raad van Beroep heeft aangegeven van goh, er zijn een aantal regels in de verordening die het college de gelegenheid geven om bepaalde dingen vast te stellen. Maar er zitten een aantal belangrijke inhoudelijke noties in. En die belangrijke inhoudelijke noties behoren eigenlijk aan de raad. En om dan direct maar terug te komen op de heer Marsman. Is er nou een algemene lijst van delegaties, et cetera? Nee, die is er niet. En ik zou echt niet willen aanraden om die lijsten op te vragen, want het is natuurlijk over de hele linie van de gemeentelijke bedrijven het geval. Als wij op dat punt een stapje te ver gaan, worden wij vanzelf op de vingers getikt, zoals in dit geval de Raad van Beroep. Trouwens, dat is breed in Nederland, hè, want heel veel gemeenten vonden dit zo technisch dat het zeg maar veelal door colleges is bepaald. Leidt dat nou tot nog grote wijzigingen? Wij denken dus van niet. We hebben daar wel een paar specifieke dingen in. En dan naar de heer De Vries Robles. Ja, inderdaad, de PGB is inderdaad bedoeld om iemand in de gelegenheid te stellen om zelf zorg in te kopen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee alleen al zeg maar de prijs kan bepalen. U zegt terecht, van, ja, een PGB is een beetje goedkoper, hè, want je hebt geen overhead. Nou, dat is maar de helft van het verhaal. Want het feit dat je zorg in natura als gemeente collectief kunt inkopen is ook een kostenbepalende factor. Dus wij hebben natuurlijk deze tarieven niet zomaar ergens bedacht. Dat is natuurlijk netjes afgestemd. Er zijn ook de beraden voor in regionaal verband, in VNG-verband. Maar dat is de reden om te zeggen van ja, de PGB kan dus inderdaad goedkoper zijn. Dan nog even naar de andere vragen. Mevrouw Makkinga, ja, dat stopzetten is inderdaad bedoeld om maatwerk te kunnen betrachten. Kijk, als het is zo dat moment dat men in een bijvoorbeeld in een inrichting zit of in een zorginstelling zit die buiten de WMO valt, dan kom je in een ander regime. Hè? Dan kom je in de zorgverzekeringswet of de wet langdurige zorg en daar gaat de gemeente niet over. En dan is het natuurlijk volstrekt logisch dat je even die maatwerkvoorziening van de gemeente even stopzet. En ik snap wel uw zorg dat dan, als men dan weer terugkomt, hè, dat je dan niet de hele circus weer in moet. En daar ga ik zeker even nog navraag naar doen. Ik vermoed dat dan het oorspronkelijke dossier gewoon wordt gelicht. Maar u heeft natuurlijk voorkomen gelijk dat niet een herhaalsessie moet gaan worden. Het vervoer van de zorgboeren. Ja, dat hebben we al eens eerder bij de hand gehad. Dat is inderdaad een lastig punt. Eertijds was het zo dat het vervoer bij zorgboeren, voordat dat naar de gemeente ging, werd dat wegbezuinigd landelijk. Wij moesten dat dus overnemen.
We hebben ervoor gezorgd dat er een speciale vergoeding is voor vervoer bij zorgboeren. Dat hebben we ook speciaal voor hen zo geregeld in de WMO-regels. Maar ik ben graag bereid, en er was ook een andere fractie die ernaar vroeg, om eens even te kijken van hoe gaat het nou in de praktijk. He, ik heb begrepen dat iets van 5 euro per rit wordt verstrekt. Nou, misschien hebben we het zo beregeld dat het in de praktijk toch erg lastig is. Dus ik zeg je wel toe dat ik dat eens even in de praktijk wil nagaan. Ja, en dan de participatieraad. We hadden een gesprek in de participatieraad en die hadden hetzelfde verhaal ongeveer als een aantal van u, zoals mevrouw Schunselaar. Ja, dit is zo technisch, hier gaan we geen advies over geven. Dat was ongeveer letterlijk het verhaal in de participatieraad. Ik was er zelf bij, dus ik stond er ook niet van te kijken. Dan de heer Middelkamp had ook een technische vraag, maar wel een belangrijk inhoudelijk item eronder. En daar weet ik eerlijk gezegd nog niet het antwoord op. Namelijk, wordt een cliënt vooraf geïnformeerd over de bijstellingen en dergelijke? En dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. En ik zeg u wel toe dat ik dat eens even zelf ga nagaan of dat inderdaad steeds daadwerkelijk gebeurt. Want daar kunnen we niet zorgvuldig genoeg mee omgaan. Dus als dat uw zorg is, dan wil ik dat wel toezeggen. De heer De Vries-Robes, oneigenlijk gebruik. Op voorhand criteria erbij leggen, dat is verschrikkelijk moeilijk. En ik denk ook niet dat we dat moeten gaan willen. We weten zo langzamerhand wel van onze Pappenheimers hoe het werkt met de PGB's. Er is heel veel ervaring op gebouwd. Maar om dan op dat punt nieuwe juridische dossiers aan te gaan leggen, ik zou het u echt willen afraden. Doe dat niet. Dan uw vraag. Bij de PGB is er ook een plan nodig. Is er ook cliëntondersteuning bij? Uiteraard wordt dat aangeboden. Het is natuurlijk wel aan de cliënt zelf om daarvan eventueel van gebruik te maken. En we hebben het er al eens eerder over gehad. We proberen ook het aantal cliëntondersteuners te vergroten. Onder andere met de vrijwillige ouderadviseurs. Die dan ook een bredere rol hebben hoor, dan alleen maar het oudere adviseurs. Voorzitter, volgens mij heb ik zo het meeste wel gehad. Dank u wel. Even kijken. Mevrouw Makkegij, ga weer het rijtje af. Mevrouw Wakker. Oh, ik had het nog openstaan, sorry. Even een korte reactie. Ik vind het inderdaad het plezierig dat de wethouder aangeeft van rond die vergoeding van vervoer. Dat ik nog eens goed wil checken van hoe zit dat nu. Misschien kunnen we dat een keer terugkoppelen in de klankbordgroep. Zodat we het zelf ook inderdaad stand van zaken bij kunnen houden. De heer Middelkamp. Voorzitter, opnieuw bedankt. Voorzitter, onze vraag zojuist bestond uit twee delen en het eerste gedeelte is nog niet beantwoord naar mijn idee. En dat gaat erover of het daadwerkelijk zo is dat cliënten die via een PGB langdurig zorg hebben ingekocht, vervolgens in een opnamesituatie terechtkomen, vervolgens zet de gemeente het PGB stop of er dan een financiële probleemsituatie voor cliënt kan optreden. En het tweede gedeelte heeft u beantwoord over, dat gaat u nog na over de communicatie daarover, maar klopt de veronderstelling ook dat dat financiële probleem zich kan voordoen? En als dat zo is, willen we dat dan ook? Of gaan we daar wat aan doen? Dank u wel. Dank u wel. De heer De Vries. Ja, ik zou graag toch nog van de wethouder een beter antwoord, of in ieder geval een helderder antwoord willen krijgen op het moment dat ik een persoon ben uit het sociale netwerk, maar wel degelijk een zorgprofessional. Waarom ik dan een tarief van 50% moet hanteren? Dat was uw vraag. Nee, ik had nog een tweede vraag, maar die is me nu even ontschoten. Nou, anders ga ik even door. Dan gaat u maar even door. Ja. Die schiet me zo nog te binnen. Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, ik wil graag iets rechtzetten. Ik heb niet gezegd en ook zeker niet bedoeld van, goh, het is allemaal zo technisch, dus ik heb er geen vragen over. Ik heb het wel gelezen en ik kan me vinden in de wijzigingen, in de technische wijzigingen. Volgens mij was het ook niet de veronderstelling van de portefeuillehouder, maar dat kan hij zelf ook zeggen. Ja, prima. Dank u wel. Heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, allereerst ook dank aan de wethouder voor zijn toezegging om naar die vergoeding te kijken, want dat is echt een echte knelpunt. En ten tweede, dat lijstje met die bevoegdheden, dat houden we nog even achter de hand. Daar gaan we nog even over hebben.
Het klinkt bijna als een dreigement. Wethouder, gaat u gang. Voorzitter, ik weet mijn vraag weer. Mag ik hem nog stellen? Ja, sorry, het is schiet me te binnen. De vraag heeft ermee te maken als je... de wethouder gaf aan dat het controleren van oneigenlijk gebruik heel ingewikkeld is. Maar volgens mij, als je een echt goed plan met elkaar opstelt, dan is oneigenlijk gebruik redelijk goed vast te stellen. Want in dat plan leg je vast wat je eigenlijk gebruik beschouwt. En iets wat daar buiten valt, is oneigenlijk gebruik. De wethouder, ga er gewoon. Nou, laat ik met die laatste beginnen. Ik denk dat dat nou juist precies het probleem is. Kijk, gelukkig zijn we er een beetje vanaf in de zorg om alles tot op de millimeter te willen vastleggen en te protocoleren. En daar gaan we steeds beter mee om. En ik snap best wel dat, zeg maar dan ook zelfs bij een plan, hè, in termen van een resultaatbeschrijving, dat men dan niet precies wil neerzetten van hoe en wat het is. En voordat je dan, zeg maar, in de sfeer van oneigenlijkheid komt, hè, want dan heb je het over fraudeachtige dingen, dat is dan weer een stapje verder. Dus... kijk, vroeger was het allemaal vrij simpel. Dan hadden we een regel, dan was duidelijk van wat er gebeuren moest. En als je dat overtrad, hè, dan was er fraude en klaar. Tegenwoordig heb je een plan en dat is een stuk zachter, dat is een stuk indirecter. En ik wil u sterk afraden om dat veel te sterk op te schrijven, om dan eventuele fraude te kunnen opsporen of te kunnen vaststellen. Dat zou ik niet doen. Ja, en wat betreft die 50%, daar zijn we het blijkbaar niet over eens. Als u er echt behoefte aan heeft, dan kan ik nog wel eens schriftelijk zeg maar, die berekening op u afvuren. Ga ik nu niet doen. Ten slotte de heer Middelkamp. Ja, ik denk dat u wel een punt heeft. Het zou kunnen zijn dat men in een financieel probleemsituatie komt. En dat komt omdat men natuurlijk van het ene systeem in het andere systeem in het andere systeem komt. Dus dat moeten we wel zeg maar goed bewaken. Misschien is het goed dat ik eens een navraag doe bij ons samendoenteam of wij ook al daadwerkelijk van dit type vragen hebben. En dan kunnen we kijken of we daar beleid op moeten maken of niet. Het zou kunnen zijn, maar het gaat natuurlijk niet om grote getallen. Hè? Het gaat niet om, om heel veel mensen in Ommen, hè, die in die situatie zullen zijn. Maar elk één is er te veel, dat snap ik ook. Dus ik wil eens kijken of dat in de praktijk ook echt tot een financieel probleem kan leiden. Zal ik u daarover voor de raadsvergadering informeren? Goed. Dank u wel voor de beantwoording in tweede termijn. Als ik goed heb geteld, dan hebt u een stuk of vier toezeggingen gedaan. Waarbij ik die klankbordgroep toezegging niet helemaal scherp in voor de geest heb. Zou die willen raden? Mijn vraag ging over dat vervoer en de kosten daarvan en die terugkoppeling. Ja. Om dat in de klankbordgroep te dat doen, is, zodat we ook inderdaad kunnen horen wat de resultaten zijn. Dank u wel. De informatie vooraf, zal ik maar kort samenvatten, vraag van heer Middelkamp, wordt nog schriftelijk beantwoord, neem ik aan. En de voorvraag van de situaties die zich daar voordoen en hoeveel, daar komt de wethouder ook nog schriftelijk op terug. Dat zijn in wezen twee toezeggingen in één. En ook nog een toezegging over de... korting zal ik maar zeggen, de PGB-korting van 50%. En dan hebben we ze volgens mij gehad. Ja. Ja. Dan rest mij nog één vraag aan de commissie Hamerstuk of Bespreekstuk. Heer Middelkamp. Voorzitter, als de vragen afdoende beantwoord zijn voor de raadsvergadering, dan zou het wat de fractie van de VVV betreft een Hamerstuk kunnen zijn. Dan stel ik voor dat het een Hamerstuk wordt en u heeft dan altijd, als er onvoldoende beantwoord is, de gelegenheid om daar een spreekstuk van te maken. Doen we dat zo. Dank u wel. Gaan wij over naar het volgende agendapunt en dat is agendapunt 6. Aanpassing van de verordening maatschappelijk ondersteuning. Nee, die hebben we net gehad. 6, zei ik. Nou. Kinderen hoor ik naast me. Notitie kinderen en jongeren in de gemeente Ommen. En daar wordt u ook voorgesteld om in te stemmen met de notitie. Wie daarvoor het woord? Ik begin eens bij de andere kant, de heer Marsman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, we hebben het raadsvoorstel en de notitie gelezen en we komen toch tot een aantal vragen. Om gelijk van start te gaan. In hoofdstuk 3 van de notitie gaat het erom wanneer we tevreden zijn. En we zien dan vervolgens een aantal indicatoren genoemd. En de meeste daarvan zijn denk ik ook wel heel erg meetbaar.
maar niet allemaal. En we vroegen ons af van hoe je een harde kern jongeren kunt meten en hoe je het percentage kinderen op kans op armoede kunt bepalen. Vervolgens, als je dan deze indicatoren gaat bijhouden in de monitoring maatschappelijk resultaat, dan moet je natuurlijk eerst een nulmeting hebben, maar ook een doelstelling. Waar willen we naartoe? Het woordje ambitie wordt dan veelvuldig genoemd in deze notitie, maar als we dan vlak onder die indicatoren lezen dat we tevreden zijn als we in die monitor een beweging in de goede richting zien, dan is dat ten eerste niet zo heel erg scherp gesteld en ten tweede toch ook niet zo erg ambitieus. Hoe kijkt de wethouder daartegen aan? Bladzijde 8 van 15 noem ik maar even, want ik miste de bladzijde, misschien is het dan duidelijk. Onder het kopje gezondheid en dan de jeugd op gezond gewicht wordt gemeld dat we al sinds 2014 meedoen met een landelijke aanpak. En we willen dit graag in 2018 ook graag voortzetten en zelfs ook wat uitbreiden. Kan de wethouder aangeven wat de resultaten dan waren vanaf 2014? En geven die resultaten dan ook echt aanleiding om hiermee verder te gaan en het eventueel zelfs verder uit te breiden? Ook op bladzijde 8 staat aangegeven dat de jeugdbescherming Overijssel de samenwerking zal moeten aangaan met ons Samen Doen team. Als het een kind of jeugdig betreft uit onze gemeente. Ja, misschien komt dat een beetje op de manier waarop het op papier is gezet, dat weet ik niet. Maar het kwam bij ons een beetje over als wat hautain gedrag van kunnen wij dit zomaar eisen van de jeugdbescherming Overijssel, dat ze met ons moeten samenwerken. Bladzijde 9 wordt er melding gemaakt van het feit dat de medewerkers van het Samen Doen team die werken met kinderen en gezinnen zich op basis van de jeugdwet zich moeten laten inschrijven in het kwaliteitsregister jeugd. Dit met alle gevolgen van dien, want het gaat dan om bepaalde minimale vereisten, opleidingsniveaus en diploma's. Kan de wethouder uitleggen waarom er binnen de jeugdwet besloten is om tot een kwaliteitsregister over te gaan en ook of dit gevolgen heeft voor de medewerkers binnen het Samen Doen team? Omdat er nu ook een aantal vereisten gesteld worden qua opleidingsniveau, ik kan me voorstellen dat dat gevolgen heeft. Pagina 13. Lezen wij dat het Samen Doen team in contact gaat met jongeren via social media. En dan worden met name Twitter en Facebook genoemd. Nou, hier willen we graag even de opmerking maken dat Facebook en Twitter bij de jongeren al eigenlijk passé is. Want ja, als je vader en je moeder zich al op begeven, dan wil je daar niet actief zijn. En als opa en oma doen helemaal al niet meer. Dus Instagram en Snapchat, dat zouden echt media zijn die we niet moeten vergeten. Dan een hele interessante, bladzijde 13, wordt in de laatste alinea in de kop aangegeven dat we in gesprek gaan met een aantal dyslexieaanbieders. Wat moeten we ons voorstellen bij een dyslexieaanbieder? Ten slotte, meneer de voorzitter, in het raadsvoorstel, heb ik het niet over de notitie, maar het raadsvoorstel, wordt onder de financiën aangegeven dat het onze ambitie is om de komende jaren meer middelen van het curatieve veld naar het preventieve veld te schuiven. Ja, op zich zijn wij daar wat voorstander van, om preventief flink in te zetten. Want daarmee voorkom je misschien mogelijk wat problemen op een later tijdstip. Maar kijkend naar de plannen die we hebben, kunnen we zomaar schuiven tussen die twee velden. En dat was onze bijdrage in eerste termijn. Dank u wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Belangrijke notitie, kinderen, jongeren. We vinden het ook een goede notitie. Toch hebben we wel wat bedenkingen als het gaat om de uitvoering. Worden op een gegeven moment, wat gaan we voor doen? Er wordt een veelheid van indicatoren, dat sluit een beetje aan wat de vorige spreker ook al zei, een veelheid van indicatoren benoemd, waarvan wij afvragen van A, heeft dat zin? Kun je er wat mee? En B, volgens mij staat er nou ergens een microfoon aan. Maar, of niet. In ieder geval, zijn de indicatoren zinvol en tuigen we niet een enorme bureaucratie op om dat ook allemaal te monitoren en ook nulmetingen te doen. Dus wij zouden toch voor willen pleiten om daar nog eens heel kritisch naar te kijken van wat is nou echt een belangrijke indicator. En dat we er ook daar dan ook actief mee aan de slag gaan. En voor het over kunnen we ons prima vinden in de notitie. Dank u wel. Mevrouw Pol, gaat u. Dank u wel.
Wij kunnen ons ook op zich vinden in de notitie. De ambitie is hoog. Hij wordt wel in de eerste 3 pagina's 3 keer genoemd. Dat vond ik wel een beetje veel van het goede, om eerlijk te zijn. Maar goed, verder staat er in het stuk dat het vrij concreet gemeten gaat worden. Dat vind ik dan weer minder terug. Wat mij betreft kan het nog wel iets concreter, iets smarter, inderdaad. Verder zijn wij positief over dat de participatieraad hier voortijdig bij betrokken is. En ook degene waar het om gaat, de jeugd. Dat is een goed iets. Ik vond zelf hoe de opzet van het stuk heel leuk. Want er staat een gedicht in van onze stadsdichter. En dan de jeugdstadsdichter natuurlijk. En die heeft het over de jeugd is bezig te proberen gehoord te worden. Gehoord te worden om mee te denken. Mee te denken om erbij te horen. En dat is natuurlijk 2 dingen. Je hebt meedoen. Dus alle jongeren moeten mee kunnen doen in de samenleving. En dat komt hier in dit stuk heel goed tot zijn recht, vind ik. Alleen, het gaat om alle jongeren. Dus alle jeugd. En wat ik mis ten eerste is een aanduiding van leeftijd. Dan weet ik wel dat het 18 min is. Maar ik vind dat er veel over jongeren wordt gepraat en niet over hele kleine kinderen. Dat is 1. En er wordt ook heel erg de aandacht gegeven aan ja, hoe moet je dat zeggen, minder bedeelde zorgjongeren, zeg maar. Niet aan alle jongeren. En daar mis ik nog wel een aantal dingen in dit stuk van. Want in paragraaf 3 staat wanneer zijn we tevreden. En er lijkt dus op zich een apart beleid te worden gemaakt voor de zorgelijke jeugd. En niet voor alle jongeren. Verder vind ik bij iedereen kan meedoen dat de nadruk ligt op armoede. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke beperking hebben, chronisch ziek zijn of een psychische aandoening hebben, die moeten ook kunnen meedoen. Hoe ziet de wethouder dat? Dan het sturingskader. Ik mis ook weer de jongere jeugd. Dus hoeveel procent kinderen gaat naar de peuterspeelzaal of hoeveel procent kinderen is bij het consultatiebureau in beeld. Er zal ook een percentage zijn dat niet in beeld is. Hoe kun je daarop sturen? Verder even kijken dan de beweegnorm, dat gaat over bewegen en gezond eten natuurlijk. Wordt hier ook naar gekeken op scholen, dus schoolkantines, gezond eten daar aan te bieden. Dan onder het stukje veiligheid, daar staat iets over echtscheidingen. Maar ik mis de directe relatie veiligheid-echtscheidingen. Dat begrijp ik niet helemaal, dus misschien kan de wethouder ons dat uitleggen. En datzelfde geldt eigenlijk voor talenten ontwikkelen, de directe relatie met de harde kerncijfers, de harde kernjeugd. En ook wij hebben daar wel wat meer uitleg bij nodig. Dan ook inderdaad het overhevelen van curatieve middelen naar preventieve gebied. Op zich vinden we dat wat prematuur. We begrijpen de bedoeling ervan. Preventie betekent dat je op de lange duur natuurlijk minder curatief bezig hoeft te zijn. Maar ja, wij vinden dat de nadruk hier nog ligt op de financiële rapportage. En we willen eigenlijk meer toe naar een sociale rapportage. En of je dat smart kan formuleren, ja, dat is dan even de vraag. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Even aansluitend op de financiële rapportage en de sociale rapportage. Ik vond het wel interessant. Ik maak dat bruggetje even. Want als we de notitie lezen, dan staat er onder het hoofdstuk financiën. Ja, daar is die dan. Dan staat een interessante passage. Daar zou ik graag iets meer over willen weten. Daar staat, en dan citeer ik, de kosten van de in de notitie genoemde interventie kunnen vanuit de huidige begroting betaald worden. Deze interventies kunnen in 2018 tot nieuwe keuzes met financiële consequenties leiden. Omdat we die nog niet kunnen inschatten, komen we eventueel hierop terug bij de bestuurrapportages 2018. Nou, dat vind ik een hele interessante.
Dan denk ik, ja, we gaan iets beginnen. En ik vergeleek het, ik ga op vakantie. Ik kan niet meer zeggen met mijn gezin, maar goed, die zijn de deuren. Maar ik ga op vakantie en we gaan naar Spanje. En halverwege Frankrijk zeg ik, oh nee, ik heb niet voldoende geld meer. Wat moet ik nu doen? Dus ik zou hier toch wel graag iets meer, wat zegt u? Lopen? Maar ik ga niet liften met de club. Maar ik zou hier toch graag iets meer willen weten, over willen weten. Want je kunt het allemaal wel zeggen. Maar als je dan in 2018, terwijl die trein aan het rijden is, of die auto aan het rijden is, en dan ineens moet je zeggen, het gaat niet verder, want het is allemaal te duur. Of een brandje kan het niet trekken. Dus dat is het eerste waar ik graag over zou willen weten. Dan staat er bij de oprichting Stichting Leergeld, en dat is iets waar ik al een keer eerder over gesproken heb. Dan staat er dus wel, ja, we gaan hierover spreken met de diaconie. Mijn vraag is, wie worden er nog meer bij betrokken en wat te doen met die mensen die niet aangesloten zijn, bij welke kerkgenootschap of wat? En hoe verloopt dan dit proces? Dan zie ik verder de afstemming tussen de alledaagse ontwikkeling en opvoedingsvraagstukken. Er is hiervoor nog afstemming nodig in 2018 en verder. Dan zouden we graag iets meer over willen weten ten aanzien van de financiële consequenties. Niet dat de dingen niet noodzakelijk vinden, maar noodzaken en middelen die moeten wel ingevuld kunnen worden. En dan, ja, dat is al eerder gezegd, de participatieraad die heeft ook gezegd van ja, je moet dat ook via social media. Ik zou gewoon zeggen, het kan me niet schelen via welk medium, maar doe het op de goede manier. En vooral ook, doe het in een hele begrijpelijke taal. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Heer Mors. Ja, dank u zeer, voorzitter. Nou, ik ga niet herhalen wat de voorgangers ook al verteld hebben, maar op pagina 12, daar zien we wel nog wat staan over vervolginspiratiebijeenkomsten voor jongeren en stakeholders. Ik heb het document ook nog even doorgezocht op het woord jongerenraad. En die komt er in het geheel niet in voor. Ja, volgens mij zou dat juist een ideaal gremium zijn om daar op in te gaan. En dan kom ik nog even terug op, paniek, op het advies van de participatieraad aan het eind. Dat is met name ook de zorg voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Om die overgang er ook goed in te regelen, daar komt zoveel ellende vandaan. Dank u zeer. Dank u wel. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er moet ons over dit onderwerp iets van het hart. En het kan zijn dat we iets gemist hebben tijdens een klankbordgroep sociaal domein. En dan is onze opmerking niet terecht. Maar anders, dan zouden wij toch graag willen inbrengen dat juist de inhoudelijkheid van deze notitie en de voorgangers, ik zal het niet herhalen, maar die hebben nogal wat inhoudelijke opmerkingen over het monitoren en het sturen benoemd. En dat is nou juist een onderwerp, voorzitter, en u kent onze fractie als een van de drie fracties die daar per klankbordgroep uitdrukkelijk om verzoekt. Waar blijft onze monitor? En ik zie een blijk van herkenning, voorzitter, en ja, daar ook, inderdaad. En nou gaat u in het raadvoorstel ons vragen om de monitor in te zetten, terwijl we al 2 jaar lang roepen in de klankbordgroep van waar blijft nou eindelijk die monitor? En nou is die in ontwikkeling, sterker nog, hij wordt, las ik ergens in een bijzinnetje, ook al een beetje ingezet en gebruikt. En nog steeds hebben we een klankbordgroep die al 2 jaar lang of daaromtrent functioneert. En daar hebben we nog steeds die monitor niet gezien. En toch gaan we zo dadelijk besluiten om hem in te zetten. Dus zowel qua inhoudelijkheid als qua procesgang, voorzitter, zijn we eigenlijk een beetje teleurgesteld dat we onze alom vertrouwde klankbordgroep hebben gepasseerd. En daar zou ik graag een reactie op willen. Dank u wel. Ik zat inderdaad te wachten op de vraag, maar die kwam. De heer Leuwik. Ja, dank u wel, voorzitter. Ga de gang. Ja, het is wel goed opletten natuurlijk, hè? Want iedereen heeft al wat verteld. Dan heb je dat mooi voorbereid met allerlei vragen en zo. Nou ja, goed, in ieder geval, het CDA vindt net als de participatieraad natuurlijk dat een geweldig goed en gedegen stuk hier ligt. Heel lijvig.
En het werd al genoemd van curatief naar preventief, prima. Dat zijn allemaal goede dingen die in dit stuk staan. Een aantal vragen zijn al gesteld, maar ik vond een aantal vragen nog niet concreet, of tenminste to the point. En dat eerste met die monitor, dat hebben we hiernaast al gehoord, en de ChristenUnie had het er ook al over. Ja, het is natuurlijk een prachtig rapport, papier is gewillig, maar ja, hoe houden we nou precies de vinger aan de pols? We hadden het al over die monitor net, en de monitor maatschappelijk resultaat, ja, het moet allemaal nog doorontwikkeld worden, maar hoe houden we nou precies de vinger aan de pols? Papier is gewillig. De tweede vraag heeft te maken met 18 min en 18 plus. We weten allemaal dat het een grote overstap kan zijn. En is het dan ook niet beter om deze overgang misschien wat op te schalen, te flexibiliseren, naar 21, 22 of 23 jaar, zodat we maatwerk kunnen leveren. En ook die gelden eventueel te ontschotten, of als dat niet mogelijk is, eventueel te omschotten. En dan de laatste vraag, mevrouw Schunslaar heeft hem al gesteld, over de financiën bij punt 5. Dat vonden wij ook een hele rare zin. Dat het gedekt was uit 2017. Maar ja, dat de nieuwe keuzes kunnen leiden tot nieuwe financiële eisen, consequenties. Ja, hoe groot schat u deze financiële consequenties dan in? Daar zijn we wel benieuwd naar. Want ja, immers, geld in de jeugdzorg is toch wel een groot probleem. Dank u wel, voorzitter. Eens kijken welke antwoorden de wethouder heeft. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn best veel vragen gesteld, maar ik zal toch proberen ze zo goed als mogelijk te beantwoorden. Ik denk eerst in algemene zin. Kijk, dit is voor het eerst dat we zo'n type nota maken. Een nota kaderstellend voor het preventieve jeugdbeleid, waarin we ook inderdaad een poging doen om niet alleen mooi beleid te maken, papier is geduldig, maar toch ook wel aan te geven van wanneer zijn we tevreden. En dat geeft u de gelegenheid om er ook op te sturen. Want als dan blijkt dat we dat niet gehaald hebben, dan kunt u daar uiteraard het college op aanspreken. Dat is wel ingewikkelde materie. Want het zijn geen wegen of andere harde materie waarvan volstrekt helder is wat het resultaat is. Dit is net even iets indirecter allemaal. Jeugd laat zich nou allemaal te voorspellen. En of het dan gaat om zorg, om welzijn, om werk. Het is allemaal net even iets minder tastbaar. Maar toch doen we ons best om dat goed te verwoorden. En u moet het woord is al gevallen, u moet dus tegen maar de opzet hiervan ook zien als een nulmeting. Meneer Middelkamp heeft natuurlijk wel gelijk in de zin van dat de totstandkoming van de monitor nog best wel een ingewikkeld verhaal is. Dat is ook zo. Maar u moet dit ook vooral zien als de opmaat om die monitor ook daadwerkelijk sturingsvatbaar te maken. Want dat betekent, als u hier zeg maar zegt van god, dit en dit en dit willen we weten, dan zijn dit de indicatoren die wij in de monitor opnemen. En we gaan u zeg maar in de eerstvolgende klankbordgroep, het staat zelfs geagendeerd, ook laten zien hoe dat dan daadwerkelijk kan uitpakken. Dus je bent, ik snap dat u kritisch bent daar een aantal keren, en dat is uw goed recht. Maar we proberen die 14e dus ook daadwerkelijk daar al een eerste stap in te maken. Het is work in progress. Het is nog niet helemaal klaar, maar we hebben al wel weer een stap gemaakt. Dat even over de monitor. De tweede, dat is de algemene, gaat over de financiën. En dat is ook geen makkelijke, maar wel een noodzakelijke. Iedereen heeft inderdaad gezegd van we moeten van curatief naar preventief. We moeten die zware jeugdzorgkosten moeten we naar beneden brengen. En ja, dan moet de kost gaat voor de baat uit. Laten we nou eens gaan investeren in preventief beleid. En we snappen met z'n allen dat dat geld kost. Gelukkig is sinds meet... Ja, dat is het omlijsten van een beleid met toeters en bellen. Dank u, meneer Bogers. Natuurlijk moeten wij wel kijken naar onze bestaande budgetten die we inzetten voor dat preventief beleid. En dat doen we dus ook. Dus wat we eigenlijk doen is bestaande budgetten er ook voor benutten. En we hebben het idee dat we daar best wel wat kunnen doen. De tweede is dat we ook echt hopen dat we nou echt vaart maken in de mindere kosten van de jeugdzorg. We hebben vandaag de regionale bijeenkomst gehad over de tussentijdse cijfers. Nou, we hebben eindelijk nu echt
concreet beeld van de zorgkosten per kind, per deelcategorie en dergelijke. Dat gaat dus nu echt de goede kant op. En nu kunnen we er ook zo op sturen dat de kosten ook naar beneden kunnen gaan. Er zit wel een dingetje bij. U moet wel weten dat op het moment dat er weer één, dat er een rechter is die ons zeg maar oplegt dat er één jongere in een gesloten instelling komt, dan ben je wel weer 150.000 euro kwijt. Dat is wel zo. Dus in zoverre blijft het een open end. Maar goed, in algemene zin maken we die beweging wel. Waarom kunnen we nou niet precies zeggen, en dat is inderdaad die zin, ik moet ook zeggen, hij is niet zo gelukkig geformuleerd, dat ben ik met u eens. Maar de bedoeling daar is deze. Wij willen niet op voorhand nu al zeggen van, goh, dit en dit en dit gaan we nu concreet doen. Waarom niet? Omdat wij juist in gesprek met de jongeren en juist in gesprek ook met de instellingen, waar dat nodig is, ook tussentijds aanpassingen doen. Dus dit is de richtinggevend kader. Maar als wij terug horen en ook uit de uitvoeringspraktijk blijkt van, joh, god, dit moet je anders doen, dan willen we dat ook daadwerkelijk voorstellen. En dan komen we uiteraard bij u terecht, want u stelt het vast. Dat is de reden om het zo te formuleren. Ik geef toe dat het een beetje brak geformuleerd is, maar dat is de bedoeling. Nou, dat zijn denk ik de algemene opmerkingen. Dan even naar de onderscheiden fracties. Allereerst de heer Marsman. U heeft gelijk dat het dus bij die indicatoren zowel gaat om de vaststelling waarbij je dus de ambitie moet bepalen, de doelstelling waar nodig in de indicator, maar ook toch wel zeg maar het moet hanteren als een nulmeting. En dat is ook zo. Dit kunnen wij dus nu ook hanteren als een nulmeting. Hè? Dit is het begin en we kunnen nu gelukkig ook voor de komende jaren eindelijk dat verschil gaan maken. Is het nog nodig om zeg bij jongeren op gezond gewicht aan de slag te gaan? Jazeker. We hebben GGD-cijfers. Onlangs hebben ze ook weer gekregen. Het staat mij bij overigens dat ze die ook doorgestuurd zijn. Als dat niet zo is, dan zorg ik daarvoor. Maar daaruit blijkt dat zeg maar in geheel Nederland, en om is daar helaas geen uitzondering is, nog steeds nodig is om jongeren meer te laten bewegen. Het gaat beter dan 3 jaar geleden. Dat mag ook gezegd worden. Maar er is nog steeds reden om daar werk van te maken. De betreffende zin over de jeugdbescherming Overijssel, ja, die lees ik zelf anders. Kijk, de bedoeling is natuurlijk dat de jeugdbescherming en het samen doen, het zijn twee aparte organisaties, ze hebben ook twee aparte rollen, ze hebben ook twee verschillende, zeg maar, broodheren. Maar het is cruciaal dat ze goed samenwerken, maar wel vanuit hun eigen rol. En dat houden we ook zo. Dus we werken samen, maar we houden wel onze eigen verantwoordelijkheid in de gaten. Dat is daar bedoeld. Ja, het kwaliteitsregister jeugd is een landelijk verhaal. Er zijn landelijke eisen, er zijn vreselijke dingen gebeurd. En ik hoef daar niet in detail op in te gaan, u weet het allemaal wel. En dat leidt dan in Nederland al snel toe dat de regelgeving wordt aangescherpt. De eisen aan mensen en medewerkers wordt gestegen. Dus dit is een landelijk verhaal, daar moet je aan voldoen. En wij zorgen er natuurlijk voor dat dat, zeg maar, waar dat nodig is, bij ons ook wordt geïmplementeerd. Bijvoorbeeld bij het samen doen team, als dat past. Daar zorgen wij natuurlijk voor. Dan de sociale media. Ze zijn er weer achterhaald. Het zou haast denken van, goh, we moeten weer terug naar de kroontjespen, want je blijft bezig met al die veranderingen in de social media. Voor de goede orde, ik heb zelf een pizza-bijeenkomst mee mogen maken met de jongeren. De pizza werd koud, want we hadden een interactieve digitale sessie. En die was hartstikke leuk, moet ik zeggen. En de jongeren die hebben ook daarin ook wel een hele mooie bijdrage gegeven. Dyslexieaanbieders. Ja, soms heb ik wel eens het idee dat wij dyslexieaanbieders hebben. Maar ik snap uw punt. Waar het om gaat is dat wij een aantal aanbieders hebben die zeg maar aan die dyslexiebestrijding doen. En wat je daar wel ziet, is dat daar zie je denk ik met name het grote probleem in de zorg. Kijk, er zijn een aantal grote instellingen die zeg maar de zorg als professie pakken, maar nadrukkelijk ook op samenwerking gericht zijn. En soms ook publiek zijn, hè, zoals onze GGD. Maar wat je ook ziet zijn dat er een aantal private zorginstellingen zijn die zich bijna ook opstellen als een prijsvechter. Hè, maar het is ook een concurrerende markt. Nou, met name op het punt van het aanbod van dyslexie, verbetering van dyslexie, ik zei net bestrijding, ja, dat is ook wel een woord. Maar dat we daar eens even wat beter naar moeten kijken. En we hebben dat ook regionaal gezien. En dat is best wel een probleem. Want wat doen die instellingen? Die zeggen gewoon richting de gemeente van, god, wij vinden dat u een probleem heeft. We hebben het met de ouders gesproken. Je hebt weliswaar eens budget op, maar u wilt vast geen wachtlijsten.
Nou, dat is wel een probleem. Dus daar moeten wij wel degelijk veel aandacht aan geven. Kunnen we schuiven in de budgetten van curatief en preventief? Deels. We hebben natuurlijk zeg maar in de regio afspraken over de inkoop voor 85% grofweg. Dat is lastig, hè, om te schuiven. Maar ik merk ook dat in de regioverband er echt wens is om aan meer aan transformatie te doen. En daar worden ook goede afspraken over gemaakt. Juist vandaag was de inkoopsessie met aanbieders en er zijn ook de contracten getekend voor 2018... waar resultaatsturing en transformatie ook centraal staan. Dus dat geeft ook wel een mogelijkheid om voor de toekomst steeds meer te gaan schuiven. In de goede zin van het woord. Dan, heer Bongers. Ja, indicatoren, het moet geen bureaucratie worden. Ben ik echt met u eens. Kijk, die indicatoren, wij willen u in de gelegenheid stellen om wat scherper zeg maar, ons te bevragen. En te zeggen van, god, wat voor resultaat haalt u nou? En die indicatoren die geven daar een indicatie voor. Maar indicatoren zijn een gespreksonderwerp. Wat ons betreft moet het niet zo zijn dat we u een bak met gegevens geven en dat het dan zal moeten blijken dat. Nee, het is voor ons een richtinggevend iets goed voor het gesprek. Dan mevrouw Pol. Ja, u wees ook op de participatieraad. Ik moet zeggen, ik ben ongelooflijk blij met, ik wil dat ook hier nog wel eens gezegd hebben, met de actieve deelname van de participatieraad. En het bleek ook wel op dit onderwerp, maar ik merk het ook bij andere onderwerpen. We hoeven ze helemaal niet te vragen om advies. Ze zijn al lang bezig met het nadenken over van, goh, wat voor inbreng kunnen wij leveren. En het formele advies komt later wel. Ik snap uw punt over de zorgjongeren. Dat we misschien een beetje te veel ook in de beschrijving naar die zorgjongeren gaan. Ik pak even een slokje water. Deels komt dat natuurlijk omdat we het grote geld daarheen gaat. Hè? Dus als je wilt schuiven, dat je daar zeg maar aan begint. Men heeft natuurlijk volkomen gelijk dat, en daarom hebben we wel deze nood ook breed aangepakt. Hè? Het gaat niet alleen om zorg, het gaat ook om welzijn, vrije tijdsbesteding. Het gaat zelfs om werk, hè? Dat we inderdaad het hele palet van het jongerenbeleid willen zien. Dit wordt pas een succes als wij in staat zijn om het geld wat wij aan de jongeren geven, waar nu 85% van het geld zit in 5% van de zorgjongeren, om die verhouding te doen verbeteren. Daar moeten we aan werken. U heeft natuurlijk volkomen gelijk dat chronisch zieke jongeren en jongeren met een beperking daar ook bij horen. We hebben ze niet apart gecategoriseerd, maar dat is geen enkel punt van discussie. Ja, het peuterwerk, daar hebben we apart eerder over gerapporteerd. Ook in het kader van de rapportage peuterwerk en kinderopvang, hè, de harmonisatie. Maar misschien is het goed om zeg maar in een klankbordgroep begin 2018 weer eens een keer het hele verhaal van de kinderopvang en het peuterwerk. Er is erg veel gebeurd om dat weer eens een keer apart te agenderen. Dan praten we daarover weer eens bij. De beweegnorm, hoe doen we dat op scholen? Nou, er zijn speciale programma's voor. Onder andere, wat u zelf al suggereerde, de gezonde kantine. Zo heet het programma ook. En dat is een fantastisch programma, waarin scholen worden uitgenodigd om niet direct de kroketten weg te gooien. Want dan gaan de jongeren toch het centrum in en dan krijgen ze een kroket wel. Maar wel om alternatief aan te bieden. Dus die kroketten kunnen ze krijgen, maar als je lekkere en goede alternatieven hebt en je legt dat voor in de schappen, zul je dus zien wat je dan toch weet te doen aan een betere voeding. Dus die programma's die zijn, de speciaal programma's, die voeren we ook uit. De veiligheid en echtscheiding, ja, daar kan ik echt uren over praten, maar dan hebben we het over veilig thuis. Onlangs hebben we een, ik ga het niet doen, voorzitter. Onlangs hebben we een indrukwekkend gesprek gehad in Zwolle. Over de praktijk van Veilig Thuis. En ik merk dat u ook daar wel een paar keer naar gevraagd heeft als raad. Misschien is het goed om dit ook eens een keer wat, ook vanuit de praktijk, op een klankbordgroep zeg maar, te wisselen. En dat geldt dan ook voor de harde kern van de jeugd. Want daar kan ook de burgemeester trouwens het nodig over zeggen. Gelukkig hebben wij in Ommen niet een heel groot probleem daarbij. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar er is wel wat. En daar moeten we wel mee aan de slag. Dan, mevrouw Schunselaar, ja, u had het met name over die financiën en die merkwaardige zin. Ik hoop dat ik dat nu goed heb uitgelegd. En nogmaals, we komen bij u, zeg maar, als er een verandering is. Hè, bijvoorbeeld bij de bestuursrapportage, want dat hebben we met elkaar ook afgesproken.
Ik vroeg ook over brede betrokkenheid bij een aantal deelprogramma's. Bijvoorbeeld het voorbeeld waar er ook kerkgenootschappen genoemd zijn. Bij ons, u moet dat zien als een voorbeeld. Dus wat ons betreft is iedereen die deel wil nemen of die mee wil praten van harte welkom. En we merken dat ook in de praktijk. Humanitas is bijvoorbeeld ook een vaste partner bij ons. Even kijken, financiële consultatie heb ik het over gehad. Dan de heer De Mors. Ja, jongerenraad ontbreekt. Ja, dat vind ik een heel mooi onderwerp. En ik vind het ook direct een lastige. We hebben het ook de jongeren zelf gevraagd. En ook zij zijn daar heel dubbel in. Enerzijds lijkt een jongerenraad heel, heel mooi. Hè? Want dan heb je in ieder geval een forum waar je mensen, waar je jongeren in kunt betrekken. Aan de andere kant zie je wel dat jongeren eigenlijk niet in vaste gremia willen worden gevangen. Ze willen niet, regelmatig in een gesprek betrokken worden. Af en toe willen ze best wel reageren met de moderne media al helemaal. Maar een jongerenraad, dus een vast platform, dat zagen ze eigenlijk niet zo zitten. Al helemaal niet, omdat ze het beeld hebben, en dat beeld heb ik eerlijk gezegd ook, dat je daar wel een bepaald slagjongen gaat krijgen, zegt de HAVO-top, VWO-top klanten, zeg maar. En juist die andere jongeren, heel veel minder. Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar je ziet het elders in Nederland wel. Dus als we jongeren echt bij willen trekken, denk ik dat we inderdaad via de moderne media daar andere kanalen voor moeten zoeken. U heeft het ook al gehad over de indicatoren. In Middelkamp had het hele verhaal over de indicatoren. Ik hoop dat we de 14e december, dus volgende week donderdag, of is dat de 12e? Nou, in ieder geval, volgende week donderdag, dat we u helemaal overtuigd hebben dat u blij na een jaar lang vragen over de monitor overtuigd bent van het feit van wij zitten op de goede weg. Ik moet zeggen, ik denk dat we op de goede weg zitten. Dan hier Leubik. U kwam nog met het punt van de 18 min 18 plus. Ik vind het een zeer mooie suggestie om daar specifiek te kijken naar de ontschotting. Kijk, wat je ziet is dat de jeugdzorg bij de 18 ophoudt. En op dat moment blijft een jongere natuurlijk wel zorg behoeven. We hebben dat praktisch opgelost door daar WMO-gelden op in te zetten. Dat kan ook. Het is een beetje op de rand van de wet, maar we doen het wel. We hebben niet voor niks village deals, waar we aan ontschottingen werken. Wij werken dan aan de ontschotting van de participatiewet en de WMO. Er is ook een village deal die dit schot ter discussie stelt. Dus laten we die ontwikkeling daar eens even goed volgen en uw suggestie daarin zeker in meenemen. Nou, voorzitter. Ook de heer Leuk had het over de monitor en de financiën, maar die had ik dacht ik al beantwoord. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede ronde? De heer Marsman. Ja, heel kort, meneer de voorzitter. Ik zie inderdaad volgende week klankbord staan. Ik had inderdaad nog twee vragen staan over hoe je de harde kern jongeren meet en hoe je een percentage kinderen met kans op armoede kunt bepalen. Ik geef toe, het is wel een detailvraag, dus als die de volgende week beter uit zou kunnen komen, kunnen we hem dan ook stellen. En dan wil ik de wethouder wel bedanken voor zijn uitleg over wat een dyslexieaanbieder is. Maar het ging mij met name natuurlijk om het woordje dyslexie aanbieden. Ik krijg er nog bijna zelf last van ook. Maar alleen het woord aan zich vonden wij zo vreemd staan in de notitie. En eigenlijk had hij wat anders geformuleerd moeten worden. Wie meer? Niemand meer? Oh, dan ben ik kwijt. Mevrouw Pol. Dank u wel. Ja, klein dingetje, maar veiligheid snap ik dat te maken heeft met veilig thuis. Maar ik kan me niet voorstellen dat in elke echtscheiding dat in het geding komt. Vandaar dat ik vroeg naar die harde relatie tussen die twee dingen. Het komt bij mij zo negatief over. En datzelfde heb ik nog steeds met harde kernjongeren. Dat staat onder talenten ontwikkelen. Maar je talent ontwikkelen als harde kernjongeren, dat lijkt me ook niet helemaal kloppen. Dus daar zat ik een beetje mee. En ook het stukje armoede waar de nadruk op ligt, dat gaat eigenlijk echt alleen over armoede. Dus ik zou daar heel graag een toevoeging zien van de andere beperkingen. Tot zover. Dank u wel. Nu ga ik heel zuiver kijken. De heer Middelkamp. Voorzitter, als de verwachting die de wethouder zojuist uitsprak over de waardering die in de klankbordgroep uitgesproken zal gaan worden over de monitor die gepresenteerd wordt, en dat heeft inderdaad ook dat effect, zoals de wethouder voorspelt, dan zou deze notitie alvast een voorschotje nemen op uw vraag zo dadelijk, ons betreft, wat de VOV-fractie betreft, als een hamerstuk naar de raad kunnen.
Ik krijg een déjà vu gevoel, maar dat houden we nog even voor me. Geen? Nee. Wethouder in tweede termijn, gaat u gang. Ik kan dus kort, laten we inderdaad het verhaal van die harde kern en die kans op armoede maar eens even in de klankbordgroep pakken. Kijk, je gaat extrapoleren vanuit landelijke cijfers. En dan ga je kijken hoe is de situatie eromheen. Maar dat gaan we dan straks wel, of in de klankbordgroep wel even nader duiden. Ja, en we weten inmiddels wat een dyslexieaanbieder is. Dank. Mevrouw Pol, ja, ik denk dat het een kwestie is van verwoording. Alles wat u zei, ben ik het ongelooflijk mee eens. Uiteraard is het zo dat bij armoede, of niet alleen de jongeren met armoede, zeg maar ook juist jongeren met een chronische beperking en dergelijke, het hoort er natuurlijk bij. Dus laten we dat gewoon met elkaar afspreken, dat dat erbij hoort en dat dat ook in het beleid wordt vervat. Het staat er misschien niet zo expliciet in, maar het is nadrukkelijk zo bedoeld. En ja, talentontwikkeling, harde kern, het zal volstrekt duidelijk zijn hoe het bedoeld is. Hè? Je moet jongeren juist aanspreken op hun talent om te voorkomen dat ze harde kerngedrag gaan enzovoort. Ik bedoel, het is een kwestie van smaak en het zal duidelijk zijn dat deze hele notitie er van de drongen is, juist vanuit de preventie, en dat we daarom er zo op willen insteken. Dank u wel. Dan is hiermee de tweede termijn ook voorbij. Als ik het goed heb genoteerd, dan zijn er twee toezeggingen, in ieder geval iets wat daarop lijkt. De GGD-cijfers toesturen als dat nog niet gebeurd is. Dat wordt nagegaan. En twee, u zult ook wat meenemen, 18 min en 18 plus bekijken. Maar wat merken wij daarvan? Want dat u dat doet, dat geloven we wel, maar we willen dat ook wel merken. Hoe gaat dat? Nou, we hebben afgesproken dat we bij de Village Deals, niet alleen in juni, maar ook daarover eerder rapporteren. Ik meen dat de heer Middelkamp daar om vroeg. En toen hebben we gezegd van, goh, laten we in april daarover rapporteren. Ook een nieuwe raad. En dat is niet alleen onze eigen Village Deals, maar juist ook de andere. En dan kan dit item ook meegenomen worden. Prima, dan weten we waar we die moeten vinden. Dank u wel. Nou, dan mijn déjà vu gevoel. Bent u het ermee eens dat dit een hamerstuk wordt, tenzij de VOV vindt dat het toch een bespreekstuk moet worden? Ik herken dat moment. Dank u wel. Dan hebben wij hiermee agenda punt 6 gehad. Even een opmerking van orde. Ik zie dat het 9:10 is. Als ik kijk naar de totale agenda, dan kan ik nu eigenlijk al wel de vraag stellen. Dat is misschien wel zo handig. Maken we die af of hebt u toch liever een pauze intussen? Want dan wilde ik eerst agenda punt 7 nog doen en daarna een pauze houden. Dank u wel. U hebt weer precies gedaan wat ik had gedacht. Agenda punt 7 is het volgende agendapunt wat er komt. Verlenging van de gemeenschappelijke regel jeugdhulp IJsseland. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Technisch vraag is de certificering. Daar was nog enige onduidelijkheid over. Is die inmiddels beschikbaar? Definitief? Dat is de vraag, voorzitter. Dank u wel. Dat was een hele goede vraag natuurlijk. Wie nog meer? Mevrouw Schunselen. Ja, dank u voorzitter. In het stuk staat ergens dat wij, en dan ben ik misschien eventjes een pietlut, maar het is doordat ik al zo vaak heb aangedrongen op dat de administratie, et cetera, door om mezelf wordt gedaan. Er staat in de notitie vanaf 2018, nu 2018, 12 maanden en zoveel dagen, kunt u al aangeven dat het ook echt per 1 januari 2018 gaat gebeuren. En dan heb ik nog de passage. Tenzij het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, dus straks heet dat dan de regionaal service team Jeugd IJsseland, op zwaarwegen de grond en uitsluitend met instemming van alle 11 gemeenten iets afwijst. Hoe moet ik dat zien? Ik bedoel, je wilt iets. Maar dan zegt toch wat ik dan lees, op zwaarwegen de gronden en uitsluitend met instemming van alle 11 gemeenten. Daar zou ik graag iets meer over willen weten. Dank u wel. Dank u wel.
De heer De Vries. Voorzitter, even een technische vraag. Destijds zijn we deze regeling aangegaan, juist als een beperkte regeling en niet als een uitgebreide gemeenschappelijke regeling. Nu wordt de regeling uitgebreid, maar ik zou graag even van de wethouder het antwoord willen hebben op de volgende vraag. We hebben destijds op goede gronden gemeend dat we de beleidsmatige kant niet in de regeling zouden onderbrengen. Ik zie wel thema's genoemd op dit moment in de regeling, maar kunt u mij het verschil tussen thema's en beleidsmatige invulling aangeven? Want daar hebben we echt heel met opzet voor gekozen, omdat wij vonden dat er een eigen aanpak mogelijk moet zijn. En ondanks dat we veel gemeenschappelijk hebben, want we 7 niveaus van jeugdhulp vastgesteld, waarvan we 1 tot en met 4 hier zelf doen en de hogere niet, die hebben we in de regeling ondergebracht. Dat is 1. En dan, ja, ik vond eerlijk gezegd de opmerking van mevrouw Schunselaar merkwaardig. Want als ik het verhaal over financiën lees, dan lees ik dat Hardenberg wel zelfstandig gaat factureren, maar dat Ommen dat niet gaat doen. De vraag is dan, gaat de BOH dat doen? En betalen wij daar dan aan mee? Of hoe zit dat? Zal de wethouder zeker kunnen beantwoorden. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het is ons opgevallen dat in de gemeenschappelijke regeling veel technische naamgeving is gewijzigd. En wat dat allemaal precies geweest is, daar is al een aantal voorbeelden van genoemd. Maar daar krijgen we niet echt betere zorg door, dus dat hebben we maar voor kennisgeving aangenomen. Wij hadden ook de administratieve vraag, dus die komt zo dadelijk wel. En de laatste vraag, voorzitter, gaat over iets wat we eigenlijk wel in deze vernieuwde regeling hadden verwacht terug te lezen. En dat gaat over het solidariteitsprincipe, ofwel de verevening tussen de gemeentes. En dat is er eentje die... Sorry, voorzitter, ik werd even afgeleid. Dat is er eentje die voor Ommen nogal belangrijk is. Daar heeft de wethouder al eens een keer wensen over kenbaar gemaakt. Maar is dit niet een onderwerp wat in deze regeling zou moeten thuis horen, voorzitter? En dat waren onze vragen. Dank u wel. Heer Leuwik. Ja, het CDA is het met de verantwoordelijke wethouder wel eens dat het voorliggende raadsvoorstel, afgezien van de nieuwe naam natuurlijk, een beter stelsel voor jeugdhulp is. Want vanaf 2018 gaat de gemeente Ommen, net als 3 andere van de 11 gemeenten, die gaat dan de financiële administratie, afhandeling van facturen en declaraties uitvoeren. De inkoop, contractmanagement en monitoring blijven bij de nieuwe BVO. Maar nieuw, en dat vond ik namelijk wel opmerkelijk, nieuw is dat deze BVO ook de regionale thema's gaat uitvoeren. En de heer De Vries Robles memoreerde net ook al, dat lag toch immers bij de gemeente zelf. En in het raadsvoorstel bij financiën stelt u dat eventueel extra benodigde beleidscapaciteit van externen mogelijk zal leiden tot extra kosten. En daartegenover staat dat de lokale ambtenaren dan wel minder capaciteit hoeven te leveren, maar we hebben het hier toch wel over externen en extra kosten. Vandaag mijn volgende vragen. Wat zijn dan die regionale thema's die uitgevoerd moeten worden? En wie bepaalt welke thema's uitgewerkt gaan worden? En mijn tweede vraag is, meer kosten door facturering en declaraties door lokale ambtenaren en meer kosten door extra werkzaamheden van de nieuwe BVO door die externen, lopen de kosten voor Ommen zo niet erg op? Dat waren mijn vragen, dank u. Dank u wel. De heer Barsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, kijkend naar het raadsvoorstel hadden we in eerste instantie de indruk van het gaat hier om een simpele verlenging en een naamsaanpassing. Maar als je er wat verder induikt, dan zie je wel dat er wat dingen veranderen. Een manager BVO wordt vervangen door een functie regiomanager. En we zien vervolgens dat de GR weer een stuk langer wordt. En eigenlijk is de vraag eigenlijk die we hebben is van, het gaat dus ook om een inhoudelijke wijziging. En ja, wat betekent dit nu concreet voor Ommen? En daarnaast, meneer de voorzitter, lezen wij in het beoogd effect, en dat is op zich wel dat triggerde ons een beetje, en daar lezen we dat door de wijziging van de GR het mogelijk is om de regionale samenwerking verder te ontwikkelen en te komen tot een beter stelsel van jeugdhulp. Hoe moeten wij dat dan rijmen met de beweging van Ommen en intussen ook al gemaakt door diverse andere gemeenten, waarbij er 2 uitvoeringstaken toch uit de GR worden getrokken?
en zelfstandig worden opgepakt. Betreffen dan afhandeling, facturen en declaraties, daar hebben we meermalen over gehad. Maar als meerdere gemeenten dit gaan doen en mogelijk misschien zelfs nog meer uitvoeringstaken uit die GR gaan halen. Is er dan nog een toekomst voor de GR Jeugdhulp IJsseland? Dank u wel. Dan hebben we daarmee de eerste ronde gehad. Wethouder, ga in gang. Ja, dank u wel. Ik ben zelf wel heel blij met deze ontwikkeling. Want ik denk dat we hier twee bewegingen zien in deze regeling. Namelijk enerzijds dat beleid en uitvoering op elkaar wordt gelegd. En anderzijds dat er een duidelijke en een betere cesuur wordt gemaakt tussen het regionale en het plaatselijke. Laat ik beginnen met het eerste. Eertijds hebben we gezegd van goh, die BVO die doet alleen maar de uitvoering. En ja, je hebt ook nog een programmamanagement die het beleid doet. Hè? Want wat de heer De Vries Robles terecht zei, is dat een aantal topzorg, hè, dat hebben we regionaal en dat hou ik regionaal. En daar moet je natuurlijk wel beleid op maken. En wat je ziet en zag, beter gezegd, is dat zeg maar dat beleid en die uitvoering veel te veel los van elkaar bewoog. De beweging die nu wordt gemaakt is van goh, nee, dat moet gewoon bij elkaar. Want het beleid, bijvoorbeeld, en dan kom ik op die thema's, sturen op kwaliteit en resultaat, dat moet natuurlijk ook richtinggevend zijn voor de uitvoering. Zoals de uitvoering ook hun praktijk moet neerleggen bij het beleid en zeggen van goh, we lopen hier en hier en hier tegenaan in de praktijk, wil dat beleid veranderen. Dat beleid en uitvoering bij elkaar is gebracht in die organisatie, is denk ik absolute winst. En zet daar ook maar gewoon zeg maar dan ook één manager op en niet twee. Inhoudelijk is er ook nog best wel wat te doen hoor, qua thema's. Gelukkig zien we hier in dit gebied veel overeenstemming over samenwerking. Samenwerking met de zorgaanbieders, samenwerking met het onderwijs. En dat is ook nodig op dit terrein. Maar ja, die grote zorgaanbieders die zeggen natuurlijk wel, ja, we willen niet met enkele, met alle gemeenten apart te gaan samenwerken. Dat willen we wel even gezamenlijk doen. Dus ja, dat is gewoon belangrijk dat je dat gewoon themagewijze regionaal oppakt. Een scherpere cesuur tussen regio en lokaal. Het is al gezegd, Ommen en Hardenberg en ook Steenwijkerland trouwens, hebben ervoor gekozen om de facturatie zeg maar, naar zichzelf toe te trekken. Om simpele redenen. We denken dat we dan ook pas echt goed kunnen sturen. Dat was ook een praktische aanleiding trouwens, want we hebben een ander administratief systeem dan de anderen. Maar goed, principieel, wij denken dat we die facturatie gewoon goed kunnen doen. Dat wordt uitgevoerd door de bestuursdienst Ommen Hardenberg. En misschien heeft u het deze week verkeerd verstaan, maar die bestuursdienst Ommen Hardenberg gaat volgend jaar gewoon haar werk doen. Net zoals wij gewoon ons werk gaan doen. Punt. Dan de preciezere vragen. Allereerst de heer Bongers over die certificering. Dat gaat denk ik de certificering van de JBOV. Want die was inderdaad on hold gezet. Ik kan u mededelen dat dat certificaat verstrekt is. Het is overigens wel voor zeg maar de betrokken wethouders wel reden om de desbetreffende organisatie wel scherp te blijven monitoren. Want ja, daar lag best wel behoorlijk wat problematiek onder. Het feit dat het certificaat gehaald is natuurlijk prima. Maar dat wil niet zeggen dat we over een paar maanden niet nog een keer in die situatie terecht willen komen. Dus daar zijn we wel scherp op. Mevrouw Schunselaar hunkerde naar de administratie. Nou, die gaat u krijgen hoor, per 1 januari aanstaande. Dan even het juridische gegeven van goh, tenzij. Kijk, tot voor kort hadden we een gemeenschappelijke regeling waar sprake was van een aantal zaken die in meerderheid konden worden beslist. En we hadden ook een verevening. Hè? Dat betekende dat als er sprake was van onevenredige grote verschillen hè, in kosten, hè, dat de gemeenten zeg maar, elkaar onderling compenseerden. Ja, dus dat werd allemaal glad gestreken. We hebben daar met elkaar over gehad. En ze zeiden van ja, gewoon zeker in het begin is dat belangrijk dat we dat doen.
Maar je kunt als gemeente door goed beleid ervoor zorgen dat je niet te veel kosten maakt. He, want de toegang zit wel bij de gemeente. Dus we hebben gezegd, van, goh, we geven elkaar een paar jaren om te verevenen en dan moet het ook klaar zijn. Dat hebben we met elkaar besproken. We hebben nu alleen nog een bepaling en vandaar dat die zo streng geformuleerd is voor extreme gevallen. Dan de heer de Vries Robles. Nou, ik hoop dat ik zeg maar het verhaal van beleid en uitvoering u heb kunnen uitleggen en de thema's. Ja, de heer Middelkamp, die verevening is dus weg, hè, behalve in extreme gevallen. En daar hebben we dus ook bewust voor gekozen. En de heer Leubik had het ook over de facturatie, had het ook over de thema's. Had trouwens nog de zorg van, goh, geeft dat ons geen extra kosten? Wij denken het niet, juist omdat we er extra winst aan halen. En wat is die extra winst? Juist omdat we nu precies weten wat er precies aan de hand is, kunnen we ook beter sturen. Kijk, het feit dat we nu echt weten van dit kind zit in deze procedure bij die instelling. Jongen, bij deze behandeling is de duur wel relatief lang. Zullen we die instelling er eens even op bevragen van waarom het zo lang moet duren? Want de doorlooptijd van de trajecten in Overijssel is gemiddeld langer dan elders in Nederland. Nou, dat is echt de reden om er eens even wat precies aandacht voor te hebben. Dus ja, daar zijn we wat preciezer over. En ja, er zullen wat kosten worden gemaakt. Maar in die end komen we daar beter uit. Voorzitter, volgens mij was dat er wel. Dat gaan wij controleren. Tweede termijn, wie? Niemand. Wel, de heer Marsman. Ja, ik had de vraag nog gesteld van, kijk, ik begrijp dat de zorgverzekeraars graag willen samenwerken met zoveel mogelijk gemeenten samen. En de vraag die ik net stelde is van, we zien nu een beweging dat gemeentes bepaalde uitvoeringstaken naar zich toe trekken. Uit allerlei overwegingen, systemen die niet werken, maar er zal toch ook wel een kostenpunt aan zitten. En mijn vraag was dus in hoeverre dan de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp IJsseland wel in staat zal kunnen zijn om in ieder geval die belangen, want er is gewoon een groep jeugd die wij ook als ommen gewoon niet aan kunnen. Dat moet je gewoon samen aanpakken. Maar dan moet dus wel zo'n GR wel een bestaansrecht hebben. En is dat wel geborgd als we daar allerlei taken uithalen en ook andere gemeenten dat doen? En is er dan nog wel een bestaansrecht voor die GR? Die vraag had ik nog gesteld. Dank u wel. Eén moment. Geen andere? Nee. Wethouder gaat gaan. Ja, sorry. Ik had het. Ik zie nu staan toekomstvraagteken. Ik kon het niet lezen, dus ik dacht al van, goh, was er nog een vraag. Excuus. Ja, kijk, ik denk dat er altijd wel een reden zal zijn om samen te werken in deze regio. Het is al gezegd door de heer De Vries Robes. Er zijn een aantal zorgzwaartes. Ja, in de praktijk is dat 5 en hoger. Die je gewoon regionaal moet organiseren, die je regionaal moet inkopen, die je regionaal moet financieren. Dat zal heus wel zo blijven. De grote bulk daaronder, die pakken wij en die pakken wij ook in de facturatie. Dat is 1. 2, ik denk ook dat er heel veel aanleiding is om te blijven samenwerken in de preventie. We hebben het allemaal over transformatie. Maar die transformatie is niet alleen nodig bij de gemeenten, maar natuurlijk ook bij die zorginstellingen. En dat gesprek moet je op regionaal niveau ook echt blijven voeren. En dat is een heel taai proces en dat moet je dus vooral met elkaar blijven doen. Dus ook daarin denk ik dat er reden is om die GR, of in ieder geval die samenwerking regionaal, te handhaven. Dus hoe dun je ook die GR maakt, er blijft altijd, denk ik, bestaansrecht. Dank u wel. Dan is hiermee ook een einde gekomen aan de tweede termijn. Rest mij nog weer de vraag uiteraard aan de commissie. Wordt dit een hamerstuk of wordt het een bespreekstuk? Dit wordt een hamerstuk, zie ik. Ja, dank u wel. Dan gaan wij over naar het volgende agendapunt. Zijnde agendapunt 8, de postduiven. Van heel andere orde. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Wint, ik ga het rijtje af. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, wij kunnen het op zich heel kort houden. We hebben eigenlijk maar één vraag. En de vraag is dan van, is op een gegeven moment zijn er andere verenigingen die daar ook rondom de molen zaten, zoals SDG en
En de tuinfluiten die zijn wel al vertrokken. Die hebben een gezamenlijk gebouw gekregen. Onze vraag is nu eigenlijk van, staat het bedrag wat we nu gaan uitgeven voor de Postduivenvereniging, staat dat een beetje in verhouding tot wat we ook aan de andere verenigingen hebben uitgegeven? Dank u wel. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij een aantal vragen. Op zich, we hebben beloftes gemaakt, dus die moeten we nu inlossen. Natuurlijk is het altijd jammer dat het dan meer kost dan we voorzien hadden. De vraag is inderdaad wel de huidige status van het stukje grond. Want voordat ik dit stuk zag, dacht ik altijd van het is privé-eigendom. Nu wordt het in erfpacht uitgegeven. Dus blijkbaar is het eigendom van de gemeente, maar er zal er nu ook een huidige bestemming en misschien ook wel iets van een erfpacht of huur op zitten. Dus hoe wordt het afgewikkeld met de huidige eigenaar? Even kijken. En de andere vraag was al een beetje gesteld. Dan ben ik er volgens mij nu even uit. Tot zover. Ik dank u wel. VVD. De heer Druijter, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. We hadden een technische vraag gesteld over de kanon, die is keurig beantwoord. Verder hebben wij nog wel een vraag. Beide stukken zat een schetsplan. En nou gaan wij als raad, heb ik zo de indruk, nou niet direct over de bouwtechnische plannen. Alleen op het moment dat ze beide stukken zijn, krijg je toch de neiging om wat kritischer naar te kijken. En als ik dan naar de plattegrond kijk, dan zie ik een prachtig gebouwtje. Waar naar mijn idee, maar het is een suggestie, een minder valide toilet ontbreekt. Het is een suggestie, maar mocht de Postduivenvereniging het op basis van deze suggestie over willen nemen, dan rijst meteen het probleem dat het gebouwtje daarvoor anders ingedeeld moet worden en misschien wel te klein blijkt. Dus mijn vraag is eigenlijk, gaat men dit meenemen? Is het verplicht? Dat is even de vraag. Bedankt. Dank u wel. De heer Mors. Dank u, voorzitter. Wij hadden ook al een tweetal vragen vooraf ingediend, zodat de portefeuillehouder zich erop kon voorbereiden. En een van de vragen, in lijn met wat er al eerder is gesteld, is: ja, als we destijds nou waren mee, als de vereniging nou destijds mee was gegaan, wat had het dan gekost? En daar is niet echt een antwoord op gekomen, maar is nou de schatting dat het nu meer kost als wanneer ze toen mee zouden gaan, of juist minder, want dat zou ook kunnen. En de tweede vraag die we hadden gesteld had ook een beetje te maken met de levensvatbaarheid. We praten op dit moment over een aantal leden van 21 personen. En dat was in 2010 was dat 25. Dus het loopt al een beetje naar beneden. En in tegenstelling tot mijn collega is het gebouw dan niet, misschien niet iets te groot ten opzichte van wat we destijds hadden gedacht. Ik dank u wel. Het gaat om postduiven, niet om mensen. De heer De Jonge, gaat u gang. Ja, voorzitter. Meneer Mossie gaf het al aan, want het is al een aantal keren hier aan de orde geweest in deze raad. Bij de afronding van de drieslag en nog wat andere onderwerpen. De verplaatsing van de duivenvereniging. Voorzitter, als we het stuk belezen, dan aan de ene kant doet het ons deugd. En vinden we dat ook een beetje erbij horen over de zelfredzaamheid. Want er wordt nogal voor een behoorlijk bedrag wordt er zelf activiteit gedaan. Geeft een besparing voor ons. Er kwam wel bij ons in de fractie een beetje op, want als je dat zeg maar terugkijkt naar, want we hebben ooit eens een keer een behoorlijke sponsoring gedaan naar een gebouw in ergens in het buitengebied waar we een hele keuken hebben aangeschaft en waar nu een commerciële activiteit in is. Dus ik zoek een beetje naar de verhouding en ik ga ervan uit dat dit goed met de duivenvereniging besproken is en dat ze ook wel die zelfredzaamheid, het bedrag wat de staat op kunnen hoesten. Maar zo niet, zijn we dan nog in staat, is de vraag dan ook aan de mensen om me heen om wat extra geld beschikbaar te stellen. Voorzitter, wat ik heel erg opvallend vond in het voorliggende besluit is de risico's. Want als ik kijk naar de risico's, dan staan daar een aantal opsommingen in die in mijn optiek bij de notaris in een contract worden vastgelegd. Maar daadwerkelijk risico, wat u benoemt, wat er in het stuk benoemd wordt, voorzitter, op bladzijde 2, namelijk dat het past, niet past binnen het bestemmingsplan, dan zou ik graag willen horen van wat daar het risico van is. Want als dat bestemmingsplan
niet aangepast gaat worden of de omgevingsplan niet aangepast gaat worden, dan kan die bouw niet doorgegaan. Dus volgens mij zit daar het grote risico en ik wou graag horen van hoe de wethouder daar naar kijkt. En dat was hier in eerste termijn. Hey, dank u wel. Dan was dit ook de eerste termijn. Wethouder, gaat u gang. Er zijn een aantal vragen gesteld van, ja, je kunt technische vragen noemen of niet van, maar kijk, de verhouding tussen de bouw van het gebouwtje wat er nu staat daar op de kop van de haven en de kosten van de bouw van dit, daar kan ik geen antwoord op geven. Absoluut niet. Het verhaal over de erfpacht van de LPO, die is door een tweetal fracties gesteld. Ik zal zorgen dat de antwoorden op die vragen ook raadsbreed ter beschikking gesteld gaan worden. Met een verlieden toilet blijf ik het antwoord op schuldig. Het is een technisch verhaal van... Ik zal wel even kijken van hoe we daar mee omgaan. En ja, de levensvatbaarheid van de vereniging, dat is natuurlijk altijd een punt. Maar ook als je kijkt naar de constructie die toegepast wordt met een erfpachtkanon. Daar is ook een vraag over gesteld. En als de vereniging ophoudt te bestaan, dan... Ik heb het vanmiddag heel vluchtig kunnen lezen. Dan ben ik in de veronderstelling van dat het gebouw toevalt aan de gemeente. Bij die vraag... die hierover gesteld is, zal ik ook zorgen dat dat antwoord raadsbreed ter beschikking wordt gesteld. Dan de zelfredzaamheid. Daar zijn hele duidelijke afspraken over gemaakt. En het benoemde risico voor een omgevingsvergunning, van dat zie ik op dit moment eigenlijk niet zitten. Want als ik goed ben geïnformeerd, dan is de Postduivenvereniging op bezoek geweest bij de Rotbrinkgebruikers. En die hebben de plannen daar meegedeeld. En ook met omwonenden is er gesprek gevoerd. Dus ik verwacht op dat terrein eigenlijk geen bezwaren. En wat dat betreft zou de omgevingsvergunning ook vrij vlot afgegeven kunnen worden. Tot zover mijn wel. Dank u wel. Tweede termijn. Wie wil daarover nog het woord? De heer Mors. Ja, het een en ander triggerde mij nog een beetje. Namelijk ook de locatie. De postduivenvereniging die stuurt postduiven weg. Die worden met de vrachtauto opgehaald. Hoe zit het rondom met de verkeersafwikkeling rondom het gebouw? Dat zou misschien nog wel van invloed kunnen zijn. Daar is nadrukkelijk naar gekeken. Daar zijn afspraken over gemaakt. Dan is hiermee volgens mij de tweede termijn ook voorbij. Dank u wel. Ik heb twee toezeggingen genoteerd van uw wethouder en dat is doorzending van de antwoorden die al aan fracties gegeven zijn naar alle fracties. Ja, duidelijk. Dank u wel. Dan rest mij weer om te vragen, wat doen wij met dit agendapunt? Ik neem aan een hamerstuk. Ja, dank u wel. Dan gaan wij over naar... Agendapunt 9, het beeldend gemeentelijk rioleringsplan. De naam al, dat moet een goede bespreking worden. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Bongers en de heer Marsman. De heer Bongers, u eerst. Dank u wel, voorzitter. Waar wij toch geen duidelijkheid over hebben is... Wanneer wordt er nou een IBA toegepast en wanneer niet? Als we kijken naar bijvoorbeeld Witharen, waarop in dezelfde straat een deel aangesloten is op de riolering en een deel te maken heeft met de IBA. En dat in een waterwinninggebied van Vitens. Dan is ons niet helder waar nou die criteria zijn liggen. Dus daar zouden wij graag wat helderheid over willen hebben. Tweede, de financiële aspect. We hebben in 2014 hebben wij een reserve die we bijna 3 miljoen betrof op dit gebied, hebben we opgeheven met z'n allen. Toen in de veronderstelling dat er geen enkele aanleiding was om nog extra reserves aan te houden. Er is zelfs bijna 800.000 euro is nog gestort om toekomstige rioleringen veilig te stellen.
We hebben er als LPO ook echt specifiek naar gevraagd. Van, betekent dat nou dat we nu die reserve weg is, dat we dat ook niet meer nodig hebben in de toekomst? En nog geen 3 jaar later komen we tot de conclusie dat ja, er moet toch weer extra een voorziening getroffen worden. Of in ieder geval extra geld gereserveerd worden. Dat doen we dan door het verhogen van de tarieven. Want anders hebben we op termijn tekorten. Ah, hoe kan het nou dat het dan in één keer toch tekorten worden voorzien ten opzichte van 2014? Want wij hebben in dit stuk geen verandering kunnen zien van toen ten opzichte of van nu ten opzichte van toen. Het verbaast ons ook dat de riolering in Ommen vele malen duurder is dan bijvoorbeeld de gemeente Dalfsen. Is daar een verklaring voor? Dat waren voorlopig de vragen, voorzitter. Dank u wel. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij hebben ook kennis genomen van dit beeldend gemeentelijk rioleringsplan. Nou, beeldend was die zeker. Het las hier en daar als een spannend digitaal stripboek. Relatief weinig tekst, maar wel heel veel mooie plaatjes. En of het goed afloopt, dat weten we nog niet. Maar het centrale woord in dit voorstel is toch wel functioneel rioolbeheer. En we begrijpen deze term ook wel ten opzichte van het cyclisch vervangen van riolering. Echter, wij lezen het niet anders dan dat je door dit functioneel gericht rioolbeheer een grote cyclische piek gaat uitsmeren over meerdere jaren. Je gaat functioneel rioolbeheer toepassen en je constateert dat een bepaalde riolering 5 jaar uitgesteld kan worden. Een aantal misschien 3 jaar, die andere moet misschien 2 jaar eerder aangepakt worden. En met andere woorden, het is gewoon het uitsmeren van een piek. En wat wij dan niet zo goed begrijpen is dan dat het toch instaat dat, dat dit type rioolbeheer anders zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van de reserve. Tenminste, zo staat het in de stukken. Maar voor het opbouwen van de reserve maakt het toch niet zoveel uit of je in 1 keer de kosten neemt in 1 jaar of dat je het in meerdere jaren in een lager bedrag uit de reserve moet halen. Het is toch netto effect, is toch nul? Of kijken wij hier verkeerd tegenaan? En nu wij het woordje reserve laten vallen, ja, dan wil ik ook inderdaad graag de vraag aan de wethouder stellen of hij ons kan uitleggen, inderdaad, het werd net ook al gezegd, waarom we in 2014 eenmalig een bedrag van 2,2 miljoen, lazen wij, uit de reserve hebben laten vrijvallen naar de algemene reserve, terwijl we nu constateren dat we inderdaad onze inwoners vanaf 2021 een extra rioolrecht gaan vragen. Ook in 2014, ik kan me de plaatjes nog herinneren, wisten we dat er een enorme investering aan zat te komen. Dus onze vraag is of de wethouder dat kan uitleggen. Tot zover onze bijdrage. Dank u wel. De heer De Wendt. Dank u wel, voorzitter. Even kort. Onlangs hebben we een presentatie gehad hier, een informatiebijeenkomst van de ambtenaren. Daar hebben we de ambtenaren helemaal doorgezaagd op het IBA-verhaal. En volgens mij hebben we daar hele duidelijke antwoorden op gekregen. Tenminste, ik heb ze gezien en ook met betrekking tot het waterwindgebied. Dus ik vond dat een duidelijk verhaal, ook de presentatie. En het CDA heeft een technische vraag gesteld en dat ging dan over de Ommerse norm. En ik moet zeggen, dat is ook duidelijk beantwoord. Dus we hebben voor de rest geen inhoudelijke vragen, een prima stuk wat ons betreft. Dank u wel. De heer De Jonge, de heer Mors. Ja, dank u, voorzitter. Uiteraard naar aanleiding van die presentatie zijn wij een boel wijzer geworden en zijn er een heel hoop vragen die we niet meer hoeven te stellen. Alleen daar is toen ook ter sprake gekomen het klimaatbewust maken van ons riolerings- en watersysteem, waarbij we ook nog hebben gekeken of hebben aandacht hebben gevraagd voor het injecteren van hemelwater door middel van grindputten en dergelijke. Ik zie het als een gemiste kans dat het nu niet genoemd is. Is dat een omissie of willen we daar alsnog bij nieuwbouw extra aandacht aan gaan vragen? Dank u wel. Geen? Nee. Dan is hiermee de eerste termijn voorbij. Wethouder, gaat u gang. De criteria voor IBA met betrekking tot het waterwindgebied in Witharen.
Daar zijn vragen over gesteld door het CDA. Die zijn beantwoord in een brief. Ik weet alleen niet of die brief naar alle raadsleden is gestuurd. Die is naar alle raadsleden gestuurd. Volgens mij staat daar het antwoord in. Over hoe er omgegaan wordt met de IBA in waterweergebieden en dergelijke. Of waterbeschermingsgebieden. Zit bij de stukken. Ja, de reserve die is opgeheven. Dat hebben we als raad met z'n allen gedaan. En nou blijkt van dat er een extra investering gedaan moet worden in het kader van milieumaatregelen. En ik heb daar met de afdeling uitgebreid over gediscussieerd van wat gaan we nou doen? Gaan we nou de voorziene kosten wel vermelden en uitdrukken in een bedrag of gaan we dat niet doen? Als we het niet hadden gedaan en wel vermeld hadden dat we klimaatrobuust aan de slag moesten, dan was onze inschatting op enig moment van de raad van kun je ook globaal de kosten inschatten en wat voor gevolgen dat eventueel heeft voor de tarieven. En daarom hebben we in feite aangegeven dat vanaf een bepaald moment de tarief met 15 euro omhoog gaat. De verklaring waarom Dalfsen goedkoper is dan Ommen, die blijf ik schuldig. Want daar heb ik geen verklaring voor. Ik vind het ook een technische vraag. De heer Maasman, functioneel rioolbeheer, cyclisch rioolbeheer van het netto effect. Daar zou u wel eens gelijk in kunnen hebben. Dat het netto effect weinig verschil uitmaakt als je kijkt naar de grafieken in het stuk. En het cyclisch rioolbeheer, ik zeg het maar kortweg gezegd, komt het erop neer gewoon heel kritisch kijken van wat wel noodzakelijk is en wat niet noodzakelijk is. En ik denk dat dat een goede zaak is. De grindputten van D66, ja, dat is ook weer technisch, en ik zal het met de afdeling afstemmen. Tot zover bij mijn beantwoording. Dank u wel. Wie voor een tweede termijn? De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. De brief waar de heer Katerberg naar verwijst, die hebben wij allemaal gehad. Die aanvullende raadsbrief. Er zat inderdaad een stuk verheldering in. Maar wat het niet verheldert, is dat bijvoorbeeld in dezelfde straat, in het waterwinninggebied, in Witharen, dat daar op afstand van 50 meter het ene huis wel op de riolering is aangesloten en de andere verplicht is om IBA te voeren. Dus daar brengt dat. De raadsbrief is een al heel algemeen uitgangspunt, maar brengt daar geen helderheid in. Dus daar zou je toch nog een keer specifiek, en dat hoeft misschien niet nu, maar daar zouden wij toch wel graag duidelijkheid willen hebben voor de raadsvergadering. Ja, en de extra kosten die er nu lijken te ontstaan, de argumenten die daarvoor aangedragen worden, die golden in 2014 precies zo. Het is misschien in een ander jasje verpakt, maar er is geen enkel nieuw argument aangevoerd waarop nu een extra reservering moet plaatsvinden en dus de tarieven verhoogd moeten worden. Dus ja, als u ons daar niet over kan overtuigen, dan wordt het een bespreekstuk in de raad. Wie mag ik nog meer het woord geven? Niemand? Nee. De wethouder, ga de gang. De Delta-commissaris die heeft aangegeven dat elke gemeente in Nederland een stresstest moet doen ten aanzien van het klimaat. En daar wordt hierop geanticipeerd, meneer Bongers. Dank u wel voor het antwoord. Nee, de tweede termijn is nu echt voorbij. Ik neem aan dat dit gewoon een hamerstuk kan worden. Bespreekstuk. Dan noteren wij dat. Agenda punt 9, een bespreekstuk. Dank u wel. Agenda punt 10. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied herziening Varsterweg. Wie wil daarover het woord? De heer Remmers, ga die gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben hem hier eerder ter sprake gehad. Dus ik zal de wethouder niet de gelegenheid geven om nog een keer de koppelverkoop uit te leggen. Want daar was hij van vorige keer erg dankbaar voor. Dus daar gaan we het nu maar niet meer over hebben. Dus in die zin is dit een logisch vervolg op de vorige stap die we gezet hebben. Ik was even nieuwsgierig van stel dat we inderdaad, dat wordt dan over 2 weken, het raadsbesluit hierover zouden kunnen nemen. Wanneer dan de overgang is, de overdracht van de grond op de Rotbrink. Omdat er toch wel een koppeling zit tussen het een en het ander. Dat was onze vraag. Dank u wel. De heer Wendt, ja, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij kunnen hier ook redelijk kort over zijn. We vinden het op zich een prima plan. Inderdaad, met de koppelverkoop erin. Het vreesbedrijf weg uit Vassen, dat is voor ons is gewoon wel een heel belangrijk punt. Want naar aanleiding daarvan hebben we nu eigenlijk de vraag richting de portefeuillehouder van... nu geeft dit eigenlijk ruimte om bij de provincie te gaan lobbyen om de geplande rotonde op knooppunt Vassen te schrappen. Ten gunste van de opwaardering van de zomaar te noemen oversteek bij Vassen. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Ik heb nu echt goed gekeken. Nee, dat was dan de eerste ronde. Portefeuillehouder, ga je gang. Antwoord op de vraag van meneer Remmers, daar kom ik schriftelijk op terug. En ja, ik zit net even te dubben van. Ik snap wat u bedoelt, ja. Volgens mij is dat ook een gelopen koers. Dus. Interruptie? In ieder geval een duidelijk antwoord. Mag ik interruptie? Nou. Tweede termijn is tweede termijn, hè? Doet hij straks maar in de pauze. Haarbestuk op een spreekstuk. Haarbestuk, duidelijk. Dank u wel. Gaan wij over naar agenda punt 12. Want 11 hebben wij gehad. Overleg met het college zijn we intussen aanbeland. Agenda punt 12. Ontwerpbestemmingsplan buitengebied herziening Oude Zwolseweg. En de nieuwe weg. Wie wil daarover? Laat nou niemand dan ook de term zwerm vallen. Nee. Dan uit uw stilzwijgen leid ik dan maar af. Gemakshalve. Als het agendapunt tenminste weer wil komen. Want dat moet ik wel netjes zeggen. Dat de raadscommissie het college adviseert om dit plan ter inzage te leggen. Dank u wel voor die medewerking. U hebt een verstandig besluit genomen om geen pauze te houden. Dank u wel. Geen rondvraag, dus sluiting. Dank u wel voor uw aandacht en wel thuis.